we zijn live. We zijn live. Zijn we al live? We zijn live. Wat vet. We zijn ontzettend live inderdaad. De gezelligheid. Zaten we een soort van heel lang te staren, een soort van, zonder dat we door hadden dat we live waren? Nee, we zijn gewoon live. Oké, okay, gezellig. Hallo. Kijk, ik zie mezelf. Super vet. Cool. Hey, we zijn natuurlijk nog steeds in Hoogkaterijnen, in onze eigen Gamekist studio inderdaad. En vandaag gaan we doen met Jelle. Hoi Jelle. Hoi Dennis. Hey Jelle, alles goed? Dennis en Jelle, ja, lekker met jou. Ja, ook. Wat hebben we net allemaal al gedaan? We hebben net een epische Street Fighter competitie gehad. Ja. Waarin goodies om iedereen's oren vlogen. Ja, want we geven hier af en toe goodies weg. We geven hier dus goodies heb jij nog weg. Een reden nodig om hierheen te komen? Dat zijn namelijk gratis goodies als jij wint. Ja. Met desbetreffend spel wat we aan het spelen zijn. Ja, maar dat is het leuke. We zijn dus nu live hier, maar ook live bij jullie thuis via het internet. Maar we zitten natuurlijk ook vaak niet live via het internet, maar wel live hier allemaal dingen te doen die exclusief zijn voor mensen die hier bezig zijn. Ja, absoluut. Hey, ik krijg hier meteen al reacties om oren van waar is Shelly? Nou, Shelly is gewoon lekker weekend aan het vieren. Shelly wel. Ja, mensen moeten altijd weekend vieren. Dus de Shelly is dat gewoon nu lekker aan het doen. Jelly en Danny niet. Die is haar schoonheidsslaapje aan het doen en die is volgende week gewoon weer lekker terug. Ja, dat denk ik ook. Volgende week. Dan zijn we natuurlijk niet elke dag meer live. Nee, maar donderdag zullen toch? We haar meenemen? Donderdag hebben we natuurlijk de grote show volgende week weer, 6 uur. Maar zullen we Shelly meenemen die vrijdag? Vrijdag, zullen we gaan doen? Volgende week vrijdag, onze normale vrijdagmiddagstream. Die doen we vanuit de Gamekick Studio en dan nemen we Shelly weer mee. Ja. Want die doet het altijd heel goed natuurlijk en in First Person Shooter, want het is First Person Shelly. Ja, want trouwens, over First Person Shooters gesproken. Oh. Jullie kunnen trouwens allemaal meetweeten op hashtag GK Studio. Ja. Nogmaals, hashtag GK Studio. En, moet je wel af en toe naar Twitter gaan. Nou, daar ga ik dus nu al heen, want er is dus tussen neus en oren door eventjes een game aangekondigd. Oei. En we weten nog niet eens op welke console of welk platform. Maar we hebben het natuurlijk over UT. Unreal Tournament. Reboot. Nou, we weten nu wat het gaat zijn. En dit is wel een titel waar ik stiekem wel een beetje op hoopte. Man, ik niet meer had verwacht eigenlijk. Ik wou net zeggen, ik had het nooit verwacht. Volgens mij was het wat was de laatste Unreal Tournament? 2010? Nou, ik denk dat dat... misschien nog wel eerder, 2000... Op het oude kantoor zaten we toen nog. Ja joh, was het zo oud? Was jij er toen al bij? Ja, zeker. Ja? De Riga-kade was dat? Ja, dat was de oude kantoor op de Riga-kade. Ja, nee, daar was ik zeker bij. Daar heb ik nog lekker 2 jaar, 3 jaar met Martin en Melle op een kamer gezeten. Ja, dat is op een slaapkamer was dat letterlijk. Slaapkamer, dat is echt toen hadden we ook een keuken en een huiskamer in ons kantoor. Dat was super cool. Ja. Nu niet, nu hebben we een origineel kantoor. Kijk, ik heb trouwens mijn eerste foto ook alweer. Wat is dit nou? Dit heb ik van gisteren of vandaag? Nee, dit was gisteren. Kijk maar naar je shirt. Oh ja, dat is gisteren, want dit is een ander shirt inderdaad. Ja. Ik heb wel dezelfde broek aan, zie je dat? Je hebt inderdaad, heb je dezelfde broek aan als gisteren? Ja, dat doe ik af en toe wel eens. Doe je dat wel eens? Ja, dat kan. Ja, als modepolitie? Ja, nee, ik doe dat ook wel eens. Ja, deze week gelukkig nog niet gedaan, maar ik doe dat. Ik heb altijd meerdere broeken naast mijn bed leggen. Naast je bed, niet in de kast. Dan doe ik hem uit en leg ik hem gewoon naast mijn bed. En dan heb ik gewoon 's ochtends zo van. Welke broekenmoed ben ik? Die. Ja. Ja. Hey, wat we vandaag gaan spelen is een tweetal games: Trial Fusion. Ja, ik heb hem klaarstaan onder de proberen een X beetje van verder start te komen. Wat zeg je nou? We gaan proberen een beetje verder te komen. Oké, gaan we dan singleplayer of gaan we samen? Want samen kan je niet verder komen. Samen gaat het niet echt lukken, want dan hebben jullie geen audio meer, denk ik. Ja, nee, dat is wel waar. Ik heb net op X gedrukt, dus ik ben aan het connecten. Je bent nu aan het connecten? Ja, en dan ga ik eens even kijken wat we allemaal kunnen doen. Zo. Oei. Hey, want ik krijg wel... Moeten we dit invullen? Van heel veel mensen krijg ik dus... Nee, joh, dat hoeft helemaal niet. We kunnen gewoon dat hoeft helemaal niet. Jij bent met je paniekzaaierij. Nee, ik heb zo'n heel veel mensen zijn wel een beetje bang dat die nieuwe Unreal... Thanks. Dat die misschien wel alleen mobile gaat worden. Ja, mobile of free-to-play. Free-to-play Unreal. Dat vind ik erg. Maar ik hoop in ieder geval wel dat die gewoon knoertjes gaat draaien op een nieuwe Unreal Engine waar ze mee bezig zijn. Ja, en inderdaad op next-gen consoles of wat dan ook. Ja. PC's, wat dan ook. We hebben hier ontzettend veel events vrijgespeeld. Ja, ik heb trouwens nog iets wat veel mensen mee zitten. En daar moet je even mee helpen. Dit is Jerzy uit Rotterdam. Hij zegt, geen rare Jelle, vraag, hè? Wat vinden jullie van de opmerking van Skate die gisteren met het vragenrondje? Wat zei die Skate dan? Heeft een opmerking gedaan. Welk vragenrondje? Ja, die jij hebt opgenomen met Skate. Wat is dit nou weer? Wat komt daar nou weer binnen? Wat gebeurt er dan? Kom eens even tussen ons in zitten. Ah. Hey. Hij is hier, hier. Nee, hij wil niet. Nee? Hij is anonymous. Ja, we gaan... Hij wil niet. Zijn tas wordt afgepakt. Zo, we hebben ook anonymous vandaag. Ga je ook praten of niet? Nee, je gaat niet praten.
Dan is het onze mascotte vanaf nu. Hij is onze mascotte vandaag. Dat betekent dat we hem een eigen naam mogen geven, toch? Gewoon de komende 2 uur. Ik noem hem Jacqueline. Jacqueline de Anonymous. Jacqueline de mascotte. Nou, te gek. Die gaat hier gewoon vandaag zitten. Ja. Hey, maar niet de hele tijd, toch? Maar die opmerking van skate, weet je nog wat dat was dan? Nee, wat voor een vragenrondje was het dan? Jij hebt gisteren een vragenrondje over Call of Duty gedaan. Ja, dat klopt. En toen heeft skate een opmerking gemaakt. En die opmerking weet ik dus niet meer. Moet ik hem nou niet terug gaan zoeken? Was het live? Op onze eigen site? Nee, ik weet het niet. Jij hebt soms serieus achter de camera. Nee, ja, ik stond niet achter de camera. Huh? Stelios heeft dat opgenomen. Oké, nou dan weet ik het niet. Nee, dan hebben wij daar geen mening over. Jesse. Ik dacht echt van, ja, dat weet jij wel. Top TV. Goed. Kijk, wel vet masker zie ik hier. Ja, dit zijn confronterende dingen hoor, die je allemaal gaat zien. Dus ja, de helft gaat zeggen dat je niet tof bent en de ander zegt, we are legion. En de andere helft zegt, is dit Shelly? Nee, het is niet Shelly. Nee, het is Jacqueline. Dit is, dat heb ik net gezegd. Dit is Legion, die naast me zit. Jelle, start eens even die game op. Ja, Tropic Storm. Dat is de map die ik zie waar nog geen dinges is gehaald. Dus ga je met Mike dan of ga ik soort van... Nou, dat gaat gewoon lekker moeilijk. Dus ga gewoon vooral niet moeilijk doen met je Mike. Ga gewoon lekker racen. Dan lul ik wel even door. Het was een GameKings extra video. Nou kan ik nu die video terug gaan kijken. Maar ik ga het niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Dat is niet wat we gaan doen hier. Weet je wat ik denk? Dat de skate zich weer negatief heeft uitgelaten over... Ben jij negatief over Call of Duty of positief? Positief. Hij is positief. Positief. Jij? Ik weet het nog niet, hè? Ik zeg medium. Medium. Is dat, dat zou niet goed zijn. Dat wil zeggen dat het ongeveer een 6 is. En de nieuwe Call of Duty moet toch wel minimaal een 9 zijn. Denk je dat de nieuwe Call of Duty minimaal een 9 gaat worden? Crash. Een 8. Een 8 wel, meer kans op een 8. Nou, wat heb ik nog meer? De petjes, ze hebben het over petjes. Ik ga even terug naar Twitter, want jullie kunnen nog steeds meedoen met Twitter, hè? Hashtag GK Studio. Oh, oh. Terwijl Jelle knoert dus hard in een waterval geweest. Zo. Dit hebben we gisteren ook gedaan, dit was een hele moeilijke, hè? Even kijken of we nog nieuwe tweets hebben. Nee, we hebben niet zo heel veel nieuwe tweets. Ik wil eigenlijk van jullie even weten, voor de mensen die in de stream zitten. Hebben jullie zin in een nieuw Unreal Tournament en waarom? Oh, wacht, ik heb het hier. De van Shell zegt, Dennis Skate vroeg wat aan een jongen, maar hij draaide zich niet om naar de camera. En toen zei Skate, oh, oké. Okay. Wat een autist. Nou, dat is een rare opmerking, was dat. Ja. Maar goed, dus alleen Skate kan niet maken natuurlijk, zo eentje. Wat hebben we nog meer? Leuk. Het was leuk tijdens Koningsdag bij Café Bergpolder. Dat klopt, Joyride Techno. Het was zeker leuk. Was jij daar? Ik was daar. Waar was jij op Koninginnedag? Bij Café Bergpolder in Rotterdam. In een café? Ik was even in een café. Dus ik dacht van, ik ga toch nog eventjes een cafeetje mee pakken. Ik vind het heel moeilijk trouwens wat ik dit level kan doen met hem. Oh, op je kop! Ja, de hele tijd. Vind je het nog leuk hier naast ons? Of ben ik wel een beetje beu? Nog wel leuk? Dan mag je nog blijven zitten. Nou, wat hebben we nog meer? Nog mensen hier. Ik wil vragen, jongens. Ik wil met jullie contact hebben. Toch brons. Nou. Ik ga het nog een keer doen. Nare level vind ik dit. Ik ga volgend level spelen. Ik ben hier normaal namelijk aardig in. Ja? Aardig goed. Hey, Count Sven, dat is een guy die net naar ons doet twitteren. Ja? Dat is die guy die telkens beter is dan ons. Die zien we hier de hele tijd langskomen. Niet waar. Ja. Ja, dus we hebben interactie van ene Count Sven. Die zegt van, ik ben zo en zo beter dan jullie. Kijk telkens maar als jullie een level hebben uitgespeeld, dan zie je dat. Nou, is goed. Ik zag hem met hem staan. Challenge accepted. Ja. Titan Temple FMX. Ja. FMX. Ben je een beetje goed in deze game? Ga eens even terug naar Twitch. Ja, ik ga terug naar Twitch. Jij bent normaal... Oh, ik ga... Oké. Okay. Vragen. Ik heb gehoord dat ze goede worst hebben bij Café Bergpolder. Nee, ze hebben hele goede spare ribs. Daarvoor wil je daarheen. Nog meer vragen. Het eerste indruk van die Call of Duty trailer. Ik vond hem gewoon heel vreed. En ik had het echt idee dat... Kijk, het natuurlijk is geen compleet nieuwe game. Maar dat wel de besturing wat anders gaat worden. Gaat waarschijnlijk ietsje sneller worden, heb ik het idee. Zie je dit level, Dennis? Dit is moeilijk, jongen. Is dit moeilijk? Helpen. Op een manier als in, dit level is vet. Ben je een beetje van temple levels? Ja, vanaf nu wel, ja. Nou, Jelle, die vindt het temple level heel tof.
Wat ik ook altijd goed zijn. Ik ben nu wel benieuwd of die ene kerel die net zo stoer aan het doen was, nog stoerder is dan ik. Nou, dat gaan we nu bekijken. Ja. Dat was Results. Count Sven, was dat? Count Sven. Count Sven. Nou, dan ben ik benieuwd of we dat ergens. Nou, ik heb geen gouden nog, dat is wel jammer. Dat gaan we nu zien. Even kijken. Oh, Count Sven. Staat, Hey, je was beter Count Sven. Nee. Nee, niet. Rank 35. Oeh, dat is wel goed. Laat mij even. Oké, ja. Ga Dennis even. Want die is mij, heel mag goed je mij hengelen? Ja, dan rent hij straks weg. Hij is anonymous. Niemand weet waar hij woont. Mag je me even hengelen inderdaad, ja. Precies. Ik ga eens even kijken. Hebben ze ook vegetarische gerechten bij Bergpolder, Dennis? Weet ik niet. Ik eet net zo gezond als Boris. Ik heb dat ooit wel eens vraag. Relax, het gaat gelijk over eten. Ja? Daar hou ik van. We beginnen alweer met eten, Kings. Curry of ketchup? Curry. Ik ga voor ketchup. Maar dan alleen thuis gemaakt. Niet uit een potje. Niet uit een potje? Nee, dat vind ik niet lekker. Het is zwaar, want het wordt heel zwaar op een gegeven moment. Op een gegeven moment begint het een trucje en dan kan je één hand er zo onderhouden. Dit lijkt me de engine van Goat Simulator, zegt Ted. Enter van Ghost Simulator. Oh ja, kennen jullie H1Z1? Die nee. zombie-MMO, Dennis, weet je dat nog? Ja, van Sony. Ja. Eigenlijk, ik noem hem ook Honezone. Omdat het gewoon cool klinkt. Honezone. Oh ja, H1, H1, Hone en Z1. Ja, wat doe je nou? Je had hem kunnen hebben. Geweest, jongen. Je had hem kunnen hebben. Ja, ik had hem al een beetje opgegeven. Ja. Dat vind ik stom. Zonde, hè? Jelle, wanneer ga je somtamsalade opnieuw maken? Ja. Waarom zouden we opnieuw... Nee, dat is toch gek, man. Dat doe je toch niet nog een keer? Ja, thuis doe ik dat wel nog een keer, maar niet op de stream. Volgende keer ga ik... Ik heb al een keer gezegd, volgende keer ga ik iets met avocado doen. Maar de eerstvolgende keer dat we een beetje de mogelijkheid hebben... Dennis, die stuitert een partijtje dat level door, trouwens. Dat, man. Maar, ja, weer. Doe je het weer? Oh, ja, wacht, ik heb hem bijna weer. Headslide zeker. Dat bestaat niet, hè? Nee, wacht even. Maar dan gaan we dus een barbecue stream houden. Dat is echt het tofste idee wat we bedacht hebben ooit deze maand. Naast Gaming Studio. Ja, een barbecue stream. Barbecue stream, toch? Was dat jij een paar keer gevallen hier, of niet? Nee, ik ben niet gevallen in dit hele level. Sowieso al slecht van jou. Ja, tuurlijk. Zwaar is het, hè? In the pits of fire. Ja. Oh. Hij zit te stretchen. Ja, dat komt dat Anonymous zijn meer aan het demonstreren dan het gewicht heffen. Dus, dat is ook wel interessant. Ik ga het toch nog een keer proberen. B-Graphics zegt, weten jullie welke game Guerrilla Games gaat aankondigen tijdens de E3? Dat weet ik in ieder geval nog niet. En ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ben echt heel erg benieuwd wat ze gaan, ze ons gaan geven volgende keer. Dus dat. Maar is er al zeker dat ze iets gaan aankondigen dan? Nee, helemaal niet. Nee, hè? Nee, hetzelfde geldt dat er helemaal niks gebeurde. Nou, ik hoop het wel. We hebben trouwens volgende week iemand van Guerrilla als gast bij onze talkshow. Ja, inderdaad. Misschien gaat hij het wel zeggen dan. Dat kan ook heel goed. Ik denk niet dat hij dat gaat zeggen. Ik denk dat hij dan zijn baan kwijt is. Dennis heeft wel wat weg van Mickey Mouse zo, nietwaar? Ja, oké. Je bent Mickey Mouse. Dennis kan niet praten op dit moment. Dilemma voor Jelle. Altijd Jelle heten, maar geen wc-papier meer gebruiken. Of Melle heten en nooit meer een mutsje mogen dragen. Mm. Wat was jouw score ook weer net, Jelle? In de 30? Nee. Niet in de 30. Minder dan... Oké, dus het zou kunnen dat ik nou het zou zomaar kunnen was. Dat je... Volgens mij was die van mij ook iets van 29. Ja, want we gaan echt net zo lang bezig tot we die guy hebben. Sven. Ja, maar hij heeft echt wheelies gedaan en dat soort shit. Ja, ik hoe doe je trucjes? Want ik kom nog uit de tijd dat ik geen trucjes kon doen in Trials, behalve alleen maar flips. Het echt ging om snelheid. Die oldschool dingen. Die oldschool. Jelle, is dit tot nu toe jouw topper van het jaar? Nee, dat is Trials niet. Even kijken. Oeps. Ik let even niet op bij de afstand. Oh, ik weet hoe trucs moeten. Hoe dan? Ja, met... Ja, Willy. Wat doe ik nou toch? Slechte shit. Nou. Zag je dat? Ja joh, maar je krijgt er geen punten voor. Je moet het met dit doen, met dit. Oh, tuurlijk. Ja, dus je krijgt er geen punten voor. Hoezo niet? Ja, nee, dat zag ik. Je moet hem afmaken. Ah, je moet hem afmaken, oké. Oh. 27 mei kan je me spelen in de Game King Studio. Dat zal misschien wel gaan over Watch Dogs. En dat zou zomaar kunnen dat hij hier inderdaad dan speelbaar is. Wat is mijn favoriete game? Oh, zag je die, jongen? Oei, 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 great landing ook. Wat doe je nou? Oh, fuck. Je cancelt hem. Zag je dat? Maak je een coole ding? Druk je op het verkeerde knopje. Super dom. Heel erg stom. Of dom. Hoe vinden jullie dat GameCube Studio tot nu toe gaat? Dat het weer. Gaat supergoed. Het is fucking gezellig. De war met die besturing.
Even kijken. Hebben jullie meer info over Mirror's Edge 2? Ik ga veel te snel voor jou, hè, Dennis? Ja, want ik ben net achter dat ik hele vrede truus kan doen. Kijk. Ja. Dead Sailor. Dus dat betekent je krijgt 0 punten. Omdat je... Oh, kijk nou uit, jongen. Wat doe je nou? Oh, ik dacht doe triple backflip. Rondjes. 0 punten. Nee, dit is geen goeie, maar dit is ook een oefenronde gemaakt. Ja, de Sjaak Verbon. Nooit meer worst eten of nooit meer bier drinken. Dit hebben we al duizend keer jongens, gezegd. Ja, jongens, die vragen niet meer. Nee. Maar nog één keer het antwoord. Oké, nooit meer... Ja, die wist ik niet. Nooit meer worst, voor mij. Ja, nooit meer worst. Vraag aan Jacqueline. Heb je nog iets te zeggen? Zag je hem gaan, jongen? Nee, ik zit naar vragen te kijken hier op Twitch. Echt serieus, je moet eens kijken. Het gaat los. Check, Jelle, check dit, check ja, dit, check. Oké, okay, check, check. Hier. Ja, laat hem los. Dan moet je wel landen, hè? Ja, maar eerst even uittesten hoe dat werkt. Hoe het werkt, oké. Okay. Neem straks koers. Even kijken, wat hebben we allemaal nog meer aan het... Nee, dat kan niet. Het zijn wel onze mics, hè, Hero. Ja. Jelle, nasi of spaghetti? Nou, nasi ik vind het alle spaghetti. Twee niet lekker. Hé, nou... Wil wat vind je van knappe nossi-worstjes? Blijf zitten. Ik heb liever andere worstjes. Mag ik weer? Ja, jij mag weer. Oké. Hier. Dan heb ik even een slokje water. Hé, ik was even net helemaal niet aan het luisteren naar jou, Jelle. Wat voor de dilemma's had je nou allemaal? Ja, curry of ketchup, dat is de enige die ik nog weet. Curry of ketchup? Ja. Goed. Ik vind al twee niet heel curry lekker. Curry had je al gezegd, hoor, dus daar mag je niet op terugkomen. Zo. Zie je dat? Oh. Ik wil even opnieuw. Dan heb je hem. Okay. Zo. Ik probeer even een weg te gaan met een wheelie. Maar... Oh ja, Mirror's Edge 2 natuurlijk, waar je over vroeg. Ja. Daar verwacht ik absoluut wel wat nieuws van op de E3. We hebben natuurlijk eventjes die hele korte teaser gezien. Een jaar geleden. Het publiek werd gek. In die mooie concerthal was het. Kun je hem nog herinneren? Jelle luistert niet meer. Ik heb een Superman! Oeh. Perfect landing met Superman. Perfect landing. Oh, dubbele frontflip. En goed landen, hè? Goed landen, ja. Ah, oh. Crash. Balen. Helaas. Geen armen of geen benen? Geen benen. Geen armen of geen benen? Armen. Geen armen. Ik denk dat ik liever arm heb dan benen. Ja, dus daarom liever geen benen dan geen armen. Oké. Okay. Dennis, wat zou je over willen nemen van een vrouw? Dat vind ik een goeie. Die multitasking, toch? Het multitasking, inderdaad. Vrouwen kunnen altijd meer dingen tegelijk dan jongens. Wat hebben we allemaal nog meer? Ah ja, Dennis. Dennis, kijk heel uit naar Roy Nelson versus Mark Hunt in Japan. Nou, dat zit ik zeker te wachten, jongen. Het gaat een goede pot worden. In Japan? Ja. En ik vraag me af wie de knock-out gaat van die twee, want het moet een pot zijn waar iemand knock-out gaat. En Nelson is er nooit knock-ie gegaan en Hunt volgens mij ook niet. Of misschien één keer, dus denk jij, wordt het Roy Nelson of wordt het Mark Hunt? Roy Nelson, ja? Roy Nelson wordt het, hoorde ik net. En Anonymous die weet alles. Oei. Ja. Nou, we gaan gewoon even naar Twitter toe. Hashtag GK Studio. Laat even weten wat je te Twitter hebt. En dan ga ik even kijken wat je hebt. Doen we ook eens wat met indie games? Ja, absoluut. We doen heel veel met indie games. Check gewoon elke uitzending op een donderdag. Dan hebben we altijd een indie uitgever die erbij komt. En check ook gewoon GameKings.tv natuurlijk. Oh, je bent weg. Hij is weg. Ah, hij liet dat vallen. Oh, zijn tasje. Wat in je tas? Haha! Hey, dan gaat hij uit eens kijken hoe hoog ik nu kom, Sven de Man, Sven de Count. Hoe heet hij ook weer? Nou, kijk nou eens. Wil je er ook eentje op? Nee, ja, ik weet niet wat ermee gebeurd is. Sorry, ja, maar hij is voor jou. Hey, ik mag niet anoniem zijn. Nee, ik ben ook niet anoniem. Als ik hem nou opzet, ben ik ook niet anoniem meer. Wat is dit? Je moet gaan kijken. Oei, kijk nou hoe weinig punten. Ik zit 300 punten verwijderd van Sven. Oh. Ik ga het opnieuw doen. Nog één keer doen? Ja, ik ga het nog één keer doen. Okay. Of nog een paar keer. Hoezo streamen we geen rockband? Daarom niet. Kijken jullie naar de console van Valve Stream? Ja, zeker wel. Maar ik begin er steeds minder zin in te hebben. Waarvan? Waarin? Ja, in de Steam Machine. Waarom? Nou, omdat het dat ding dat draait op Linux. Heel veel games komen helemaal niet uit voor Linux. Dus ik moet nog even kijken wat er is. Oh, mensen zijn bang dat er een bom in jouw tas zit. Het is niet zo, toch? Nee, dat is niet zo. Het is leuk dat het laatste is wat ik zou zeggen. Maar nee, dat is niet zo. We ploffen met z'n allen.
Nou, ze worden een beetje moe van je, Jacqueline. Ze vinden je niet zo sociaal met maskers. Kan gebeuren, hè? Even kijken. Weten jullie of je bij Watch Dogs genoeg kan doen met het geld dat je verdient, Jelle? Ik weet sowieso dat je pakjes kan kopen, maar dat heb ik natuurlijk gedaan, omdat ik dat altijd heel cool vind. Oh, god, dit is moeilijk, Dennis, omdat jij dit mist. Ja, dan weet ik dat dat heel moeilijk is. Nee, Jacqueline, je mag weer weg. Je mag weer weg. Hij wou ook weg, volgens mij. Laat je nog even je echte gezicht zien? Nee. Niet? Nee? Ik krijg namelijk een meter bier voor bij Bergpolder, hoor ik net. Dus als je even je gezicht laat zien, heb je voor mij een meter bier gewonnen. Nee? Oké, houdoe. Dat is geen meter bier. Dat is balen, inderdaad. Maar meneer Bergpolder, ik heb al genoeg reclame gemaakt voor je, volgens mij. Hé, wat gaat hier allemaal nog gebeuren? Al zin in een pilsje, Dennis? Ja, Dennis heeft altijd zin in een pilsje, maar... Waar zijn de pilsjes, Dennis? Er zijn geen pilsjes vandaag. Om 6 uur krijg ik een pilsje. Ik ga hier lekker uit eten vanavond, trouwens. Hier in Utrecht. Ik niet. Ben je niet jaloers op mij? Jawel. Je mag niet mee. Ik ga ook niet mee. Nee. Dat zijn natuurlijk. Kijk wat ik doe. Oh! Kijk, ik hang daar wel. Je hangt daar. Ik hang hier. Dan hang je goed, hoor. Trials for the Vita, weet ik eigenlijk niet. Ik zou dat leuk vinden, Trials for the Vita. Ubisoft is wel een uitgever die voor veel platformen uitgeeft, dus wie weet. Hey, jongens, we hebben al 100 keer gezegd wat wij van de Call of Duty trailer vinden. Ik kan niet blijven zeggen wat die vet is. Wat hebben we nog meer? Joriet Techno die wordt nou instant boos op mij dat ik niet naar Bergpolder kom vanavond. Ik kan niet altijd naar Bergpolder komen, maar ik kom binnenkort wel weer een keertje. Ik weet wel dat mijn vrienden vanavond voetbal komen kijken trouwens. Dus koop voor hun maar een pilsje. Even kijken, waar ga ik eten vanavond? Hey, dat is heel grappig. GameKings zegt dat. Er zit gewoon een admin mee te doen. Waar ik vanavond ga eten? Ik weet het nog niet. Ik denk dat het Dominique is misschien. Ben jij het Dominique? Dan ga ik met Dominique eten vanavond. Nou, dan gaat hij mee. Ja, dan gaat hij wel. Wat zei je, Jelle? Dan gaat hij wel zeker. Dan mag ik niet mee. En dan gaat hij met jou... Ja, vet. Oh, het is JJ is het. Ik weet het nog niet, JJ, waar ik vanavond ga eten. Er schijnen twee goede burgertenten te zijn. Waarvan ik er eentje ga bezoeken. Ik denk dat het... Ik weet de naam niet eens meer. Mijn vriendin weet het. Dus. Welke wedstrijd is er dan vanavond? Het is vanavond toch voetbal? Dan vind ik dat niet goed. Ik heb geen enkel idee natuurlijk. Voor mij is vanavond toch gewoon voetbal? Vanavond voetbal. Vanavond geen voetbal? Wel hè? Wel toch? Ja. Vanavond is gewoon voetbal. Dan weet ik wat er vanavond gaat gebeuren. Roda JC gaat degraderen. Toch je daarvan? Dat tegen de Go Ahead Eagles natuurlijk. Ja. Dat vind je het erg? Nee, ik ben niet voor Roda, dus nee, dat vind ik niet erg. Maar heb je niet zo'n beetje van Roda is toch best wel een... Nou gun ik het NEC ook niet. Dat vind ik ook een toffe club. Maar Roda vind ik altijd echt zo van, als die... Ik kan me nog herinneren dat ze Europa ingingen. Gaan ze huilen, denk je? Ik zou gaan huilen als ik... Als je gedegradeerd weet je dat wordt. Ik twee keer met de club waar ik vroeger voor was gedegradeerd ben? En toen moest je ook huilen? RBC Roosendaal. Nee, ik moest niet huilen. Oh. Maar ik vond het niet leuk. Hoe staan ze nu? Ik kom 300 puntjes van Count Svensson. Ja, nou, we gaan niet heel hetzelfde level zitten nee, spelen. Nee, precies. Dat is niet cool. Dus we gaan naar de volgende. Dus we gaan gewoon even verder. Ik wil even een rondje weer. Hier, doe jij mag even jij deze even hebben? Pak hier. Even eventjes dat ding van je lap. Even kijken. Er zitten mensen tegen JJ te praten. Te praten? Ja. JJ is eigenlijk de onzichtbare man naast me. Die is wel bereikbaar. Nog niet papa Maanbeer, is het de moeite waard? Zo, daar vraagt dingen aan kijkers. Dan hoeven wij zometeen niet eens meer verder. Oh. Nou, het begint lekker. Gisteren zei Boris in het einde van de week dat jij de E3... Dat jij tijdens de E3 altijd losgaat met burgers in Amerika. Welke burger ga je als eerste halen? De counter, toch? Nou, daar gaan we niet meer heen. We gaan ergens anders slapen dit jaar. Dit is een moeilijke baan, dat zie ik. We gaan niet naar de counter, dus dan wordt het inderdaad iets anders. Ja, dat is... Weet je wat helemaal in is in Amerika? Nou? De original burger. Ja. Dus ze zijn eigenlijk een beetje klaar met die ontzettende wolkenkrabbers.
Dus ja. Gaan we echt gewoon terug naar hoe het hoort, een burger. Hé, hey, wat is dit? Je hebt hier geen time iets. Wat is het aan de hand? Dit was... Ik heb niet opgelet wat het is. Nee. Wat doe jij nou, joh? Oh, dit is een rare baan, man. Wat gebeurt hier allemaal? Ik moet eens doen... 50.000 punten heb je ook gewoon. Distance. Oh, ik moet gewoon zo ver mogelijk, volgens mij. Nou, dat ga ik dan gewoon doen. Hoppa. Ja, je hebt een time, zie ik al. Jelle kan je huizen kopen bij Watch Dogs. Heb ik niet gezien, dus ik ga voor een nee. Want ik heb wel heel veel dingen gecheckt daar. Maar pin me er niet op vast. Het zou zomaar kunnen dat ik iets over het hoofd gezien heb of dat het nog toegevoegd wordt. Maar ik denk het niet. Ik snap helemaal niks van het level. Nee, het is moeilijk. Het is moeilijk. Maar je moet iets doen. Je moet je gewoon gassen, denk ik. Ja, gassen. Wow. Precies. Kijk, crash. Crash and burn. En nu ben je bij een ander gedeelte. Ja, dat doe je niet goed. Een soort van tijdping best van. Zo. Jullie vragen zoveel dat ze het niet meer bijhouden. Dat is precies wat er gebeurt hier, hè? Wat doe je? Wat doe je? Ik kijk even of kijkers hadden. Hoe doe je dat dan? Ik geef je één tikje. Ah, ja. Er zitten ook 350 mensen al mee te kijken. Gewoon beste zaterdag. Burger is een gewone burger. Beef, tomaat, rauwe ui, pickle, ketchup, mayo, tikkie mosterd en een beetje. En een roasted bun. Ja, dat is lekker. Ik vind deze niet leuk, dit level. Ja, laat mij maar even doen. Nee. Hij ziet er wel leuk uit. Het ziet er wel leuk uit. Want het staat namelijk onder wat je moet doen, hè? Wat moet ik dan doen? Nou, eerst je verste jump, dan je hoogste jump. Ah. Het is niet dit. Het is echt heel slecht. Het is niet dat. Heel slecht. Oké. Toch weer blij dat Jelle is in de stream. Ik ben toch wel fan van zijn humor. Ik ook. Anyways. Dennis, is het de moeite waard om een PlayStation 4 te kopen of wachten tot er meer games uit zijn? Het is zeker de moeite waard. Ik heb er veel plezier van. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik zou wachten. Dus dat. Ik ga even naar de Twitters. Dat vind ik gezellig. Ja, zeg even, het is hashtag GK Studio natuurlijk. Ja, hashtag GK Studio. Dat is wat wij hier doen. Dan zet ik alle tweets aan. Even kijken, nee, dat is 7 minuten geleden voor het laatst. Moet ik tweets? Ja, dat weet ik. Dat is gewoon letterlijk wat... We zijn te weinig aan het spammen met GK Studio. Hij staat nu in beeld. Dus Twitter ook maar lekker los. Yes, nou heb ik in ieder geval het verste nu. Nou, het hoogste. Nou! Oh, oei. Ja, ik ga heel veel te snel omhoog. Ja, laat mij dit maar even doen, want dit is echt... Hop. Hop. Ja. Dit ga ik zo ontzettend hard verbeteren, dit. Ik word er een beetje kriegelig van. Daar gaan we. Retry. Zo. Veel games komen tegenwoordig uit, onaf uit. Alpha, beta, early access. Wat vinden jullie van deze trend? Ik vind het niet erg als er een beta draait, want dan is een game ook niet af. En die draaien ze juist om erachter te komen hoe ze die game het beste af kunnen krijgen. Als een game officieel uit is en waar je dan bijvoorbeeld 59,95 voor hebt betaald, dat vind ik aanrelaxed. Jelle luistert niet meer mee. Maakt niet uit. Moet ik vandaag Donkey Kong Country Returns voor de Wii of voor de 3DS halen? Vragen ze. Ik vind hem beter voor de Wii, Abdel. Ik vind hem echt beter voor de Wii. Zo, we gaan weer terug naar de stream. Hoppa. Oh, hier krijg je Pace die zegt... Ik zit ernstig over na te denken om een PlayStation Vita te kopen. Puur voor Metal Gear Portable Ops. Is het waard? Ik ben in het algemeen heel blij met de Vita. Dus Vita is het zeker waard. Ja, Count Sven die is hier toch een tijdje aan het ownen. Dit klopt alleen niet. Nee? Want ik heb niet 17.000 punten. Ik had al meer dan 50.000. Dus ik ga dit nog een keer doen. Op deze, oké. Okay. Triathlon Skill Game. Zie je me daar gaan? Ze vragen allemaal vragen voor skate, maar die is er niet. Wat? Ik moet wel zeggen dat ik... Het ziet er heel gek uit. Moet je wel kijken hoe ik er zo uitzie. Dit is toch niet cool, dit? Oh, dat is niet goed. Maar we zijn hier niet om cool te zijn, Jelle. Jawel. Die tijd hebben we gehad. Oh! Oei, bijna. Hey, wat vinden wij van dat Kevin Spacey geanimeerd in de trailer van Call of Duty zit? Ja, ik vind dat tof. Maar vind je het niet, had je het niet leuk gevonden als hij gewoon echt geacteerd had? Hoe bedoel je, in een filmpje? Ja. Nee, dat vind ik weird. Dat past ook nooit echt, hè? Ze zeggen hier ook gewoon net zoals vroeger bij Command & Conquer en zo, maar nee.
0. Toch Mario Kart. Iedereen wil Joyride horen, nou dat gaan we niet doen. Waarom, wat is er toch met die mensen die alleen maar Joyride willen horen? Ik vind dat gewoon een vet nummer. Dag. Ja, het is ook een vet nummer, maar... Vind je het ook echt een vet nummer? Nee, ik vind het niet zo cool. Maar hij is wel catchy, dat is wel een... Dat moet ik skate geven. De Vita, gaan jullie voor de nieuwe of de oude versie met OLED? Ja, de oude versie met OLED natuurlijk. De nieuwe versie die gewoon minder goed beeld doet, dat vind ik niet tof. Ping. Ik moet zeggen, dat bedoel ik, weet je. Ik wil dit gewoon de hele tijd opnieuw blijven doen. Kijk, haha, verder. Jelle. Ja, dat kan niet. Bij Dead Metal Mike NL zegt, is er bij Watch Dogs wel een mogelijkheid om de online functie uit te zetten? En auto's te customizen? Kan je die online functie uitzetten? Dus dat je... Ja, je hoeft daar helemaal niks mee te doen met online. Je kan het gewoon, ik weet niet of je het uit kan zetten, maar je kan er gewoon niks mee doen. Letterlijk, er staat er een message van je kan dit en dit doen en dan denk je van, ik doe er lekker helemaal niks mee. Dus okay. Je hoeft helemaal niks te doen met online. Als je niet gestoord wil worden, dan is het enige... is een dingetje in beeld. En er zijn zoveel dingetjes in beeld in Watch Dogs, omdat je van alles kan hacken, dat eigenlijk helemaal niet vervelend is. Dennis, je zou toch je shirts uit het GK extra item dragen tijdens GK Studio? Heb ik nu toch ook aan? Wat is dat dan? Ik denk dat hij de shirts bedoelde die ik gekregen had van Len. Ja, dat is er eentje, ja, dit. Ja. Black the Veil vraagt, hey, gratis intree, is dan ook gratis drankjes? Ja, wat is dit nou? Ik zit vast, Dennis. Ik had ervoor kunnen winnen. Je doet een beetje naar voren. Oh. Oké, dit. Yeah. Ja, ik ga het opnieuw. En nog even vallen ook. Ik zie hier breaking news, Call of Duty Lego komt naar de E3. Ik ga nu een partijtje winnen van Scout Sven, jongen. Ik weet het zeker. Ja? Zou die Scout Sven nu aan het meekijken zijn? Ik ga even terug naar hashtag GK Studio. Kijken of daar nog het een en ander gebeurt. Oh, daar gebeurt het een en ander. Of we met GameKing Studio door heel het land gaan. Please, kom naar Den Haag. Ja, daar durf ik niks over te zeggen. Oh, daar gaat die Sven. Oh, nee! Ik mag het niet zeggen wat ik nu wil zeggen. Uppercut, uppercut. Opstoot. Nou, Stefan van Hezel, die is hier zo te zien. Wie is Stefan van Hezel? Stefan van Hezel, hey. Die is hier, die heb je net een foto gepost. Hop. Of die anonymous guy Volkert van de G was. Dat zou kunnen. Denk het niet. Hoe gaat het, Jelle? Ja, het gaat. Ik kom in de buurt van Count Sven en hij voelt de hete adem van Destroyer kunst in. Destroyer kunst. In zijn nek. Zou dat je naam zijn, dan zou je beroepsvechter zijn. Destroyer kunst, ja. Jelle, de Destroyer kunst. Hij doet het overnieuw. Opnieuw. Wanneer wil je online gaan gamen met kijkers? Als we er een game voor hebben. Ik ga een slokje water nemen, Jelle. Doe dat, dat is mijn water. Dat is jouw water, ja. Dit is mijn water? Zo. Werd me al bijna water aangeraakt. Oppassen dat ik niet het water over deze geleende iPad heen gooit. Als mensen een ander level willen zien, dan hebben ze pech. Nee, dat wil ik best doen, maar ik wil een ander level zien. Dit is... Godsamme. Dit is namelijk... Dit is dus wat ik heb als ik Trials ga spelen. Dan moet ik over Sven the Man heen. Ja, maar dan kunnen we toch een ander level. We kunnen ook wel over Sven the Man heen. Is je laatste ronde, hoor? Nee. Ik wil dit redden. Bob, wat een. Pas. Wanneer worden de eerste dingen aangekondigd voor Versloek? Misschien wel volgende week. Volgende week om 6 uur hebben we een live show. Is het zo? Volgende week donderdag 6 uur en dan jij hebt altijd wel iets te vertellen over Versloek, dus misschien dan. Kan ook wel niet. Een van de twee. Ik ga weer terug naar de stream. Wat gebeurt er allemaal?
B Graphics zegt, GameKings, denken jullie dat dit de laatste generatie is van de consoles? Ik denk het niet. Wacht even hoor. Ook wacht eventjes. Oh, maar dit laatste stukje, dat velt me steeds, jongen. Oh, waarom ging je zo ver naar voren? Ja, dat maakt niet uit. Oh, het is ook gewoon je bent gefinished, ja. Ik ben klaar. Nee, niet. Zal er ooit een nieuwe Commandos game komen? Ik weet niet of het studio zo, dat zou tof zijn. Ja, maar ik denk dat het een Spaanse studio was het volgens mij. Ja, dat, is het zo? Ja, ik weet niet, zeker meer. Beast zegt, ik heb toch al 20 uur Hotline Miami zitten. Tof. Oh, Pietertje zegt, je kan het gewoon niet goed jellen. Deal with it. Deal maar even with it. Deal maar even with it. Ja. Hey, we gaan vandaag trouwens nog een andere game spelen. The Amazing Spider-Man 2. 2. Ik zit er nu 2. Al naar tegemoet, omdat ik dan niet de hele tijd gefrustreerd hetzelfde level ga spelen. Kijk, deze is je mag deze niet meer spelen. Kijk, net zo ver als Count Sven. Nu moet ik ook nog een keertje... Net zo hoog. Het Count is dus nou mislukt met deze. Dat is ook helemaal niks. Nee, helemaal niks. Ben je de Longest Jump? Spring ook nog even van je motor af op het laatste. Dat is aardig. Dan, ja, dat kan dus niet. Oh, hebben ze uitgezet hier? Zal het kunnen? Zal het kunnen? Dat ga ik tuurlijk, proberen. Dat moet kunnen volgens mij. Nee, volgens mij niet. Jump! Oh. Nee, je springen doe je met een knop. Nou, dat zou met driehoekje moeten zijn, maar dat gebeurt dus niet. Dat hebben ze uitgezet. Er staan dus wel pingwins. Er zitten gewoon pingwins naar je te kijken. Dus dat zag ik veel ook niet op. Dat is in principe ver genoeg. Ja, maar je moet ook hoog genoeg, hè? Oh, dat is helemaal niks. Nog een keer. Vinden jullie het al vervelend, jongens? Ja, echt, iedereen is beu. Welke game heeft volgens jullie de beste muziek? Voor mij is Hotline Miami. Kijk, bam! Groen! Nou, Hotline heeft groen voor je soundtrack. Nee, ik vond Super Castlevania 4 ook wel heel vet vroeger. Wat? Super Castlevania 4. Als soundtrack? Ja, je moet hem inleveren, Jelle. Nee, wacht. Jawel, je moet hem ik inleveren. Ben er nu bijna. Moet Jelle hem inleveren? Ja, hè? Mensen ik ben willen er bijna, jongens. Ik ben er bijna, zien, Jelle. Godver... Ai! Mag ik niet zeggen, sorry. Ik vind dit wel vervelend. Ook is voor mij, deze. Zal je even afkoelen? Ja, Jelle? Ik stop er ook mee voor de rest van de dag. Want anders dan gaat het... Ding. Nee, het is wel mijn ding. Dat is het hele ding. Ik wil gewoon beter. Ik wil gewoon beter dan Count Sven. Hij heeft me uitgedacht. Zo, je bent niet... Nee. Zie je? Weer 200 puntjes, hè? Ja. Ik pak even wat water. De soundtrack van Deus Ex Human Revolution was inderdaad heel cool. Chili. Chili Blaze. Chili. Ik wil ook Trials, zegt Giem. Maar deze halen we of ook Of Chim. Oh, wat ook echt serieus. Ja. It's rapper, It's Wappert zegt, zal er ooit nog een nieuwe Commandos game komen? Je moet wel kijken. Was je net naar de wc of zo? Wat is dit nou? Jor uit Techno zegt, ik bied €500 voor Jelle's gebruikte geurige mutsje. Wat zeg je nou? Hey, kan jij nou de ik heb gewoon een andere iPhone gekozen. Oh. Had jij heel tijd kunnen doen. Ja, ik weet niet. Welk mutsje bedoel je? We willen een nieuwe Red Dead, zegt Clifton. Ja, dat willen heel veel mensen. Dat gaat ook wel gebeuren, hoor, denk ik, hoor. Mutsje. Even kijken. Wanneer komt GTA 5 voor de PC? Vraagt Dead Metal Mike. Dat weet jij. Weet ik niet. Ja. Ik ben een stunt met Dennis een, weet het niet. Een quad, wat je ding. Dat is een quad? Ja, dat ga je niet redden. Wow. Dat is letterlijk wat een quad is. Kijk wie daar vliegt. Mag ik niet zeggen, maar jij misschien wel. Nee, dat... Nee. Kijk hem, hij hangt daar hoor. Ik hang hier. Bumpen, bop. Balen. Eens even kijken. Ik ben trouwens erg benieuwd of Battlefield Bad Company 3 gaat aangekondigd worden. Zo, dat lijkt me vreemd. Dat zou heel goed kunnen. Al vond ik 2 lang niet zo goed als 1 hoor. Nee, maar dat... ja. Dennis is overmoedig. Wat is het beste eten als je gefrustreerd bent? Vraagt Devin Shell. Vet eten. Ja, dat is, het blijft altijd. Comfort food is niet voor niets comfort food. Voor vrouwen is dat chocola.
Voor mannen is dat een broodje frikandel. Oh, bier dacht ik eigenlijk. Nou ja, dat is geen food. Dat is meer liquid. Bier en worst. Worst is... Nee. Het is echt... Hoe vetter, hoe beter. Ik heb van de week een lekkere nieuwe worst gekregen. Een bâton de berger, of niet? Ik had dat tegen jou gezegd. We zaten aan de telefoon toen ik hem kreeg. Ja, oh, dat zei je. Ik was gestrest. Ik had een hapje. Het was in één keer zo... Oh, ja, een Iberico worst. Was het een Iberico fouet ook? Ja. Ik heb dat ook. Ik heb dat laatst ook gegeten. Het was een hele lekker worstje. Maar ik had laatst dus een Franse worst. Een bâton de berger of berger. Ja, maar Franse worst zijn toch wat minder smaakvol dan de... Nee, anders. Er zaten meer kruiden in. Het was een kruidigere worst. Kruidigere worst. Het ging minder om de vlees. Het vlees natuurlijk. En meer om de kruiden. Maar een bâton de berger. Oh, dat is echt een tijdding was dit. Dat ga ik die zou ook doen. Ik ga Sven pakken, zie ik. Ja? Ja. Vet. Ik heb te veel op trucjes gedaan. En hoe laat gaan we dan Spider-Man over Spinnenman? Ja, mag zeggen niet is. Hoe laat is het? Ja, ik weet het niet, want ik heb mijn telefoon natuurlijk uitgezet zoals dat hoort. Het is nu 9:15, dus over een minuut of 10 gaan we Spider-Man erin gooien. Ja, je bent al lang begonnen. Ja. Doe je ding weg. Gas. Ja, je bent er nog steeds. Opnieuw. Ik pak ze nog wel. Oh, ik pak ze nog wel, zegt hij. Ik moet ook wel zeggen dat deze quad wel verreweg mijn favoriet is. Oh, ik had niet moeten inhalen. Ja? Oh. Ah, ik zat niet op te letten. Ik doe me helemaal over zo. Ik kan dit ook. Ik zie het al. Ze zijn weer sneller dan jou. Jij mag deze niet meer spelen. Jawel. Nee, je hebt het gevloekt. Je mag het niet meer spelen. Nee, dat is waar. Ik even kijken hoor. Jelle, waarom begin je niet een eigen restaurant / gaming center? Wauw. Kijk, je hebt ze gelapt. Ik zie dat je ze nu aan het boeken bent. Maar dat vind ik een heel goed idee. Oei. Oh, dat mag dan weer niet. Nee, dat mag dan weer niet. Maar dat is heel cool. Een gaming center / restaurant. Ik heb zelfs al een naam voor me. Ik ga vast ook nog ooit een restaurant beginnen. Ik heb al een naam voor. Ja, dat ga ik niet zeggen. Want dan gaat iemand anders straks een restaurant openen met die naam. Omdat het een vette naam is. Dat gaan we niet doen, hè? Dus dat kan niet. Kan je auto's customizen bij Watch Dogs? Ja, dat werd net ook gevraagd. En daar ben ik even goed hard aan het nadenken. Er zijn volgens mij wel garages. Ik heb dat niet gedaan. Ik ga je geen antwoord daarop geven. Ik weet het niet. Sorry. Substantiedualisme Atlantis. Oké. Wat verwachten jullie van Eve Valkyrie? Ik verwacht dat ik daar heel veel lol mee ga hebben. Omdat ik zit er wel naar uit te kijken. Ik vind het tof. Oei, hier... Ja, je staat ver voor, hè? Ja. Dit is een aardig level ook. Oei, hier gingen ze hier voorbij. Nee hoor, nee, dit gaat netjes. Ja, je hebt ze te pakken. Boom. You beat Count Sven. Yeah, Sven. Count Sven, yeah. Eet het op. Eet het. Wis. Op. Nee, wc-papier in je mond. Zo. Dat voelt goed, jongen. Ja. Op de valse hebben we Count Sven. Gaan we dan nu gewoon... Ook al staat hier 80 andere levels nog deze voor ons. Ja. We hebben Count Sven gepakt. Precies. Gaan we nu wat anders doen dan? Zullen we nu gewoon een switch overtje doen? Anders dan ga ik echt schelden. We gaan een switch overtje doen. Namelijk, een hele bijzondere game, namelijk Spider-Man. Ik kan het gewoon zelf doen, volgens mij. Hop. Kijk, ik reserveer alvast elke eerste donderdag van de maand, zegt Papa Maanbeer, bij mijn gaming restaurant. Wat hè? Een gaming restaurant. Er worden al plaatjes. Maar een barcade dus. Creatief koken, creatief eten met kunst. Ja, een barcade. Maar het wordt niet een barcade. Het wordt... Nee? Nee, het wordt anders. Ik ga geen ouderwetse games neerzetten. In Seattle heb ik serieus in een arcadehal gezeten met een vreedschuur. Ja, maar ik wil het andersom. Ik wil een hele mooie restaurant zijn met wat toffe gaming mogelijkheden. Inclusief sportsbar. Sterker nog, inclusief sportsbar. Sportsbar hoek. Want dus niet dat je de hele... Want ik wil dus ook... alleen maar naar een scherm aan het kijken. Ja, nee, maar omdat ik vind het in sportsbar als altijd heel vervelend als mensen... Die zitten de hele tijd soort van te eten en te kijken en niet met elkaar in gesprek. En dat wil je ook niet. Je wil niet de hele tijd. Maar ik wil dus wel een hoek waar je dat kan doen. Ja. En daarnaast wil ik dus een ander gedeelte waarin dan barvrouwen of wat dan ook aan het Dance Central zijn bijvoorbeeld. Aan het dansen? Ja. Aan het palen? Nee, niet per se aan palen. Gewoon gezellig. Oké. Dat is toch vet? Hey. En dus gaming mogelijkheden. Bijvoorbeeld in je tafel of wat dan ook. Dat gaat het dan worden. Tof. En ik heb al een naam. Hé, hoe heet die naam? Ja, dat zeg ik dus niet. De game die we gaan spelen is Amazing Spider-Man 2. En we moeten heel eerlijk zijn, dat is voor ons ook nieuw. Dus dit wordt amazing.
Yes. 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 Zo, het is voor ons ook nieuw. Beginscherm. En ik denk dat we nu even naar de openingsscène gaan kijken. Dus het kan zomaar zijn dat we even niks meer zeggen, maar dat we even ons mond houden om de openingsscène te gaan kijken. Is dat zo? Dat is toch leuk? Dat is wel een leuke intro zo. Live commentaar is toch veel leuker. In a city. Dat je kan zeggen dat ze pyjama te strak zit. Enemies. There is one man, only Spider-Man. One man, one of desire. Of zoiets. Ja. Nou, we gaan hoor. We gaan nu spelen. Hop. Oké. Okay. Kijk. Nightclub. In a nightclub full of women. He walks the streets. Evil lurks. Evil lurks behind every cab. Mwap, mwap. Ziet er wel lekker New York uit. Ja. Is Spider-Man speelt zich af in New York ook? Het is New York. Hey, somebody stop that guy! He somebody just stop me. That guy. Hey, kid! Psst. A little help? Psst. Is een hand? Not my problem. Fat Joe is dat. Oh nee. Hij heeft moeite met rennen. Dennis, je moet hem achteraan rennen nu. Oh, hij staat op de kotsen. Laat maar. Het is walk. You don't care. Hij kan niet nobody verder. Cares until it's dat is toch niet leuk? Even kijken op, hoor. Test, of, hoe heet het? Even kijken. Hij is over zijn nek aan het gaan. Gamen tijdens film kijken in de bios. Nee, dat is geen goed idee. Nee. Sorry, senor El Tigre. Kijk dan wat een leuke volle wereld, joh. Dit lijkt Watch Dogs wel. Ik denk dat het Watch Dogs aan het spelen is. Jelle, waar koop je je mutsjes? Dit is net een Watch Dogs stuk, hè? Dat hebben ze ervan afgekeken. Is dat zo? Nou ja, dat zie je toch? Dit is serieus Watch Dogs. Dit is gewoon afgekeken van Watch Dogs. Ik ga even dit hacken. Ja, dat kan dus niet. Hé hey, jongens, ik ben Watch Dogs aan het spelen, kijk. Jongens, ik ben Watch Dogs aan het spelen. Ik speel Watch Dogs. Zou ze het echt denken dat ik Watch Dogs... Ik lieg hoor. We spelen daarmee voor Spider-Man. Ik word gelijk druk achter me. Hé, hey, maar waar ik mijn muts vandaan haal... Deze komt toevallig van de... Oh! America Today. Nee, hoe heet die shit? Urban Outfitters. Die hipster shit. Die ontzettende hipster. Inspect the gunshot location. Oh. Oh nee, Dennis, ga er niet heen. Dennis, ga er niet heen. Dat is ome Ben. Ga gewoon weg. Ga gewoon rondrennen. Ja? Ga gewoon de hele game niet spelen, want daar ligt ome Ben en ik kan het niet aan. Is het ome Ben? Dat is ome Ben. Ga maar met de metro. Ga maar de metro in. Kunnen we de metro in? Ik wil weten of het de metro is. Ik wil weten of het weg? Open world is. Ja, maar ome Ben legt daar. Ja, maar daarom. Ga de metro in. Kijk dat is de meeste Spider-Man 2. Ik zou... Ga lopen alsjeblieft voor de metro, want ome Ben is er niet meer. Ik ga even kijken wat er aan de hand is. Maar ja, ik zei net... Nee, het is geen Watch Dogs. Watch Dogs. We zitten hier Watch Dogs te spelen, iedereen jongens. Wordt gek achter ons. Ik denk dat we Watch Dogs te spelen zijn. Peter Parker in Watch Dogs. Ja, oh, kijk dit nou. Ah, kijk dit nou. De metro is ik ga even de choker afzetten. Ja. Dus, nee, ik ga Jelle, zou jij Spider-Man willen zijn? Nee, ik vind Spider-Man zeker niet de tofste superheld. Dus nee. Het is wel een compliment voor de game dat mensen denken dat het Watch Dogs is. Dat klopt. Komt er nog ooit een nieuwe Age of Empires? Vraagt Killhelm. Killhelm. Nee, ik denk het niet meer. Nee? De studio is er ook niet meer, dus... Je hebt natuurlijk wel die HD-remake, die niet zo goed was als de origineel, nog steeds. Mutje is geband, ja, Mutje is geband. Oh. Nice. Oh, het is ome Ben! Ja, dat zeg ik net, man. Had het gezegd, van tevoren... Oh. Jelle wordt een beetje emotioneel, jongens. Oh, moet ik het weer beleven? Nee, het is ome Ben. Ome Ben. Daar, Maar is het gewoon hetzelfde als in de film? Door die guy natuurlijk, die net niet gaat. Grappig is, dus Amazing Spider-Man 2 is ome Ben al lang in de hemel. Oh. En hier niet. Ja, maar... Dus ik snap het niet. Dit is meestal Spider-Man 2 met een stukje 1. Ben was my rock in a world where I couldn't count on anything. Kijk, A world where my parents disappeared. Ja, zo begint dingen het wel. Nah, sort of. Ook niet helemaal zo, maar... New. Hij begint... Uncle Ben was gone. Ongeveer zo, de film. Ja. Maar dan beter. De film ook. Even kijken hoor. Ja, de film, dat zeg ik. De gamecrux, wat zijn jullie verwachten van Assassin's Creed Unity? Zal die net zo gruwelijk worden als Red Flag? Wordt hij net zo cool als Red Flag of niet? Nee, hij wordt anders, denk ik. De Red Flag. Oh. Dat is de communistische versie van Black Flag. Red Flag. Ja, de Red Flag. Nou, ik denk dat die minder wordt. Vind ik wel een tof tijdperk. Ja, ik vind het vreselijk. Ja, maar wel dat iedereen op het schafot doet. Vroeloeloe. Waarom? Vroeloeloe. Dat is toch niet cool? Ah. Wat is er? Hun balen. Dat het Watch Dogs was, of niet? Het is Spinnerman, jongens. Spinnerman DOS. Het is Spider-Man. Call an ambulance, call the cops. And put that wee-wee man in jail. Wow. Oh, kijk.
Hoe zouden jullie jezelf noemen als een superheld zouden zijn? En nee, niet de Mighty Milker. De Mighty Milker? Ja, Mighty Milker. Weet je, heb je dat nooit meegekregen? Dat nee? was, dat was toen wij in Diablo aan het spelen waren. Ik en Boris. Toen hadden we een character gemaakt, de Mighty Milker. We press now to begin, man. Je bent, ik denk, wat heeft dat lange laadtijden? Maar je zit gewoon te wachten. Oké, dat zijn lange laadtijden dan. Dit is dus de tower. Ja. De enige weet je tower. Waar, weet je, wie hier heen gaat op vakantie? Is dat in Chicago dan? Dat is New York, toch? Ja, weet ik niet. Hoe heet die tower ook weer? Daar is Oscorp in de verte. Ja. Oscorp. Ja, kijk nou. Nou, dat is bizar. Ben jij nou over jezelf aan het tweeten of niet? Ben je nou over jezelf aan het dingen? Want er staat Sam Brakke. Mensen herkennen jou gewoon op de stream. Je zegt, hé, Dennis, Sam Brakke staat achter je. Dit is de Sam Brakke, kijken, jongens. Dit is de Sam Brakke. Er is, zegt ze, dit hoi. Is hem. Hoi. Even kijken, ik zal even kijken wie... Guppenbier, ja. Dat is een goede vriend. Ah, vandaar. We hadden hem al gezien. We hadden Sam inderdaad al als hij staat. Dus dat. Kijk, je kan nu dus... dit is voor het eerst dat jij aan het swingen bent, Dennis. En nu zou ik de controle wel graag willen. Nee, want dit is wat ik het leukst vind aan Spider-Man games. Het verhaal niet, nee. Het swingen. Even kijken, nu mis ik dus de torturiol, zoals jij dat altijd zegt. Ik ga spelen, dus jij gaat alleen maar schelden, ja. Jij mag niet meer. Nee, ik ga bij dit niet schelden. Jawel, auw. Ik ging toch ook net niet schelden dat oma Ben van het padje ging. Wat is dit, joh? R2 en 1. Jij hebt toch omste beurtes ook? Huh? Omste beurtes. L. R. Ah ja. L. Ja, tuurlijk, zo hoort dat ook. Better check it out. Even kijken. Ja, jezus. L. Wel veel onzin kapsels hier. Bedoel, dingen. Je zou zo Indie Man kunnen zijn. Voorvechter van alle indie games. Ik? R. Indie Man? Nee, joh. Echt, is iemand niet indie man is? Dan ben ik het niet per se. Cool. Ik hou wel van sommige. Kijk, hier moet je heen, denk ik. Naar dit grote oranje lichtding. Wat zo meteen waarschijnlijk uitgaat als je er bent. Want dat, Altijd handig dit. Precies. Hey Larry, these guns are heavy. How about a hand? Oh jij. Dit is gestolen waar, jongens. Dat mag niet. Contraband? Ik zie hier gewoon de contraband. Contraband, kijk, hij heeft ook zo'n ghetto. Ja, die heeft hij net gewonnen bij ons. Ja, precies. Die is nou die auto aan het bestickeren. Met GameKing stickers. Snap een opene camera. Die Sierra komt morgen inderdaad. Marcella heet ze natuurlijk bij ons. Zeker foto. Dus Marcella die komt morgen langs. Weet je wat ze games gaat spelen? Heroes of the Storm. Nee. Heroes of the Storm. Heroes of the Storm en Diablo. Oh, wat vet. Dat is gezellig. Kijk, die zit daar gewoon als Spidey. Ja. Oh, zijn Spider Sense. En Jelle zet je kopfotos af. Nee, vandaag doe ik dat niet. Dat heb ik gisteren al gedaan. Jelle is Dennis familie van Barrows. Nee. Wie is Barrows? Wat kijk je precies? Met je mond open. Je kijkt ook met je mond open. Sjaak probeert ons te helpen daar waar we heen moeten kijken. Waar moeten we heen kijken? Oh, in de game. Dus wat, dit was wel, je had een hele lange spider sense daar, zag je dat? Dat maakte niet heel erg veel uit hoe laat je komt. Dat is cat sled. Oh, dat mag niet zeggen. Dat Catwoman. Catwoman bedoel ik, jongens. Catwoman hoor, kleine mensen hier. Dodge. Volgens mij moet je dodgen. Oh, dit is net als Batman, zie je dat? Dit hebben ze gejat van Batman. Ja, dat is vet. Dat Batman is Batman ook gejat hoor. Ja. Zit Dennis in Bear Force One? Zit je in Bear Force One? Nee, toch? Nee, dat dacht ik al. Ik weet wat dat is. Ik weet wat dat is. Okay. Ja. Even kijken. Mighty Milker, the Milker of Souls. Precies. Ik ga even terug naar de Twitter, want hier krijg ik veel te veel vragen die we al gehad hebben, jongens. Wat is onze hashtag? GK Studio. Hashtag GK Studio. Even kijken, wanneer komt GTA 5 voor de PC? Is er een vraag, weet jij dat? Nee. Nee. Wat vinden jullie van Spider-Man 2 op de PlayStation 4? Daar zijn we net aan begonnen, man. Dat gaan we straks vertellen. Nou, het is goed, vind ik hem leuk. Ja, oké, mooi zo. Oh, ik mag gewoon doorvechten. Ik dacht, ik wacht op de dingetjes. Nee, joh. Hoe lang doe je dit nou al, Dennis? Kijk, Sven Wolvenberg. Ik ben Count Sven, dus ook op de stream aan het kijken. Jelle, zet hem op. Heb ik ook weer wat te verbeteren. Nou, Dennis heeft net iets van je verbeterd. En ik kwam niet aan je tijd voor de rest. Wat zei je nou allemaal, Jelle? Wat zei je nou? Ik heb het over Sven, die ons aan het aanmoedigen was voor Trials. Maar dat is alweer een tijdje terug. Dus er wordt niet genoeg GameKing Studio op Twitter. Dus ik ga weer terug naar de Twitch. Ja, waar staat dat nou weer, hè?
Ik kan ook gelijk even naar thuis bezorgd. Even een pizzatje scoren. Zo, hey Dennis. Ja? Je hebt iets gedaan, dan weet ik niet hoe je terug moet, hè? Ja, waar is Twitch? Kom maar, Twitch. Dat heb je expres gedaan, hè? Wat? Oh, ja, wat een goed idee inderdaad. Hier alsjeblieft, Dennis, neem ik de controle wel. Nee, geen normaal, want jij weet niet hoe het moet. We gaan alleen even kijken hoe jij wil zien. Ik wil gewoon slingeren. Heel web slingeren. Weet je wat het is trouwens, Dennis? Nou? Ik zit helemaal hier in het hoekje van het beeld. En jij zit helemaal daar. Schuif er een beetje op. Ja, precies, alsjeblieft, man. Geef me wat ademruimte hier. Een beetje op, zo. Heb je een beetje ademruimte? Hey, zitten we tenminste mooi in het midden van het beeld. Kijk. Neem ik even slok maar. Oh. Boven die uit. Kijk nou uit, dat heb je al een keer gedaan, hè? Met flesjes en water en dingen die kapot gaan. Die gekke Dennis. Ja, nu wil ik het doordrukken. Ik druk het door, hoor. Zap. Dat is pauze. Dat kan, kan het niet eens doordrukken hier. Okay. Niet doorklikken, anders weet het verhaal niet. Klik. Ja, maar dat, ik weet het toch niet. Even kijken hoor. Wat is dat? Kijk, er staat er ook een gele Spidey. Webrush. R1. Bam. Hey, MJT888 vraagt, komt dit item nog online? Exclusive. Gamekings over Destiny. Ik ben aan het overwegen om aan het einde van Gamekings Studio misschien te gaan streamen. Maar we gaan het zeker nog een keertje doen. Maar ook nog een keertje echt exclusief voor de bezoekers. Want dat vind ik wel vet dat jullie hier gewoon zijn. Want het gaat natuurlijk om de vragen die ik krijg over de game. Dennis, wanneer is onze bruiloft? Wie zegt dat Cristiano Ronaldo? Die guy, jongen, de hele tijd. Ik zou nooit op Cristiano Ronaldo kunnen vallen. Nee, dat is niet je man. Nee. Substantie, zegt de Denkskate en Steven. Ja, er komt zeker binnenkort weer een verhaal over de Elder Scrolls Online. Okay. Gebruiken wij nog steeds de iPad van Shelly de moeder? Nee, dit is niet de iPad van Shelly de moeder. Nee. Die gebruikten wij vorige week. Oh, dat weet hij. Afgelopen week. Ja. Dit is de iPad van iemand anders. Die al een paar keer heel bang was dat ik het water eroverheen zou mieteren. Oh wacht, ik moest even spider sense om de kratten te vinden. Want het is inderdaad wel heel moeilijk om die krat voor mijn neus te zien staan hier. Zo man. Die zie je niet zomaar staan, die kratten. Die chappie heeft een ding in zijn hand, dus die ga ik pakken. Oh. Wat was blok ook weer? Ah ja. Ja. Hoe speelt hij in eerste instantie, Jelle? Ja, ik ben net begonnen, joh. Net begonnen. Ik merk het gewoon met gasten gewoon serieus dezelfde vragen erop stellen. Over dat ik voor spannend zit, terwijl het 6 keer beantwoord is. Ik vind wel, als je heel veel vragen hebt, je moet wel luisteren wat wij zeggen hier. Ik zit even in het hoekje hoor. Kan gewoon. Of wij Major Nelson wel ontmoet hebben? Nee. Dat hebben we nog nooit gedaan. Hij heeft een partijtje moves hoor, hier bij naast de wc. Ik moet even poepen. Battle Ghost zegt, is er nog een ander cool game event in Nederland? Absoluut, oktober natuurlijk. First Look. Ja. Kaarten zijn inmiddels in de verkoop. Spider senses. Maybe I can sense senses of a spider. Spider. Woe! Heel veel mensen gaan naar Bear Force One roepen. Ja. Ik weet niet, wat is het met het level van de bezoekers vandaag? Oh. Ja, het is niet heel erg hoogstaand. Maar dat geeft niet, dat zijn wij ook niet. Denk je dat er nog andere... Ah, wacht even. Flink, 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 flink. Zo. Ik ben even... Oh, kijk nou hier. Even naar boven runnen. Run ik naar boven. Run ik weer terug op die guys. Nee, net niet op die guys. Ja. Kijk, jongen eens. Of we denken dat er een nieuwe bully wordt aangekondigd op de E3. Nou, Rockstar is niet zo'n aankondiger. Die doet nooit zo vaak een aankondiger op de E3. Nee. Ze staan er ook nooit, dus... Boom. Kijk, hij vond het cool. Oh, dat was goed ontweken. Bam. Oh, ik krijg toch een klap voor mijn bek. Voor mijn mond. Voor mijn gezicht. Ja, dan moet je weer inleveren. Nee. Ja, ja. Nee, moet je weer inleveren. B-E-K is toch een prima woord. Jongens, tweet mee op hashtag GK Studio. Snap even zijn nek.
Oh, dat is een hoge sprongetje. Nou, daar. En al denk je, balen, er is geen meisje vandaag, klopt. Je moet het met mij en Jelle doen, maar morgen is er wel een dame, namelijk... Cosella. Cosella, ja. Dennis, nou, vind je Spider-Man toffer dan UFC? Nee. Het was weer een over UFC. Jij gaat straks een potje live game hier UFC, toch? Tegen de kijkers. Ja, we gaan straks even een uurtje UFC spelen. Ja. Kijk, hij staat te dansen. Een soort van... oh, dat is een guy met een machine gun. En een hele pimpe hoodie. Wow, die begint even te knallen op jou. Springen natuurlijk. Ontwijkend. Oh, ja? Ja? Klik, 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 klik. Evasive roll. Evasive roll. Oh, no. I'm so scared. Not pay for that, bud. Whip pull. Slaat hem. Sla hem in elkaar. Sorry, I have to break it. Ja, ik wil even die shit proberen. Oh, get over here. Waarom zegt hij niet get over here? Omdat dit geen Mortal Kombat is. Hup de pij. Mwah. Kiss the make-up. Herman Schulz. Pimp applaus. I'm begging you, man. Look, don't kill me. Up-to-date haircut ook, zie ik. Ja. Waarom neem jij niet zo'n kapsel? Waarom heb ik niet zo'n kapsel? Nee, wat is het voor een... Laten we die foto zien. Hij heeft een mobieltje, zie je dat? Oh ja. Wat is dat? Spider-Man heeft wel een mobieltje, zie ik. Oh, kijk nou. RPG-conversaties. Finish. Wow. Ja, in RPG's ga ik alle opties af, maar in Spider-Man niet. Ik wil Spider-Man alleen maar rondvliegen. Ik hoor net dat Sam Brak beweert dat hij beter is dan mij in UFC. Dus bij deze Sam, die achter me staat. Ja, challenge accepted. Challenge accepted. Heb je al tegen Sam gespeeld? Ik heb zeker niet tegen Sam gespeeld. Ik ben benieuwd. Dus, maar ik ben twee dagen geleden hebben we ook gespeeld. Ben ik 0 keer verslagen. Ja, dat was dus. Ik bij. Maar er komt wel dat ik een... Hoe vind jij mijn speelstijl? Vind je het een nepper? Zit je nou gewoon te geeuwen? Nee, ik zat gewoon recht in die camera te geeuwen, jij. Nee, is het niet. Ik zag, het was zo'n inhouwgeeuw. Ja. Dat je... Oh, ja. Nee. Waar hadden we het over? Like Captain Stacy used to say. Waar hadden we het over iets? Toen moest ik ook geeuwen, dat kwam door jouw geeuw. Nee, wat was het nou wat we... Kijk. Ik heb increased spider sense. Je bent gewoon serieus aan het RPG nu? Ik ben een sergeant nu. Options. Open de phone menu. Oh, dit is een telefoon. Zie je dat? Ja. Dit is hoe Spider-Man's telefoon eruit ziet. Dit is gewoon zo, ik weet niet welk besturingssysteem dit is, maar... Hij heeft wel een heel breed besturingssysteem. Upgrades. Efficiency, range. Altijd is je health. Of web rush. Of is je health... Health. Is iets met health? Weapon jam. Altijd alleen maar upgrades. Stop. Kan vechten. Weapon jam. Ik kijk even wat er nog meer is. Niet te zien. Even kijken hoor. Nou, die kan ik niet eens halen. Ik kan maar één ding, nou dan ga ik het niet doen. Want dat doe ik dan altijd. Hop, dan gaan we hoor. Rolt eventjes hier aan. Bad guys love to use burner cell phones that can't be traced. But if I find the transmission tower, I can tap into it and hear what they say. Komen allemaal witte vlekken op deze bank, hoe komt dat? Ik ga nou even om me heen kijken. Dat ook zo is. Dus waarschijnlijk is het angstzweet van mijn tegenstanders van UFC. Lukt het een beetje, Jelle? Heb je die controles een beetje door? Ja, nou, dat werkt dus niet. Je kan dus niet rennen en springen nu omhoog tegelijk. Mm-hmm. Maar, ik moet zeggen... Het wel snel allemaal, zie ik. Oh, kijk. End of the line. Ik weet het niet. Kijk eens, ga eens bovenop staan en kijk eens naar beneden. Wow. Dit is vet. Locate the jammers eventjes. Spider-Sense. De vraag is, het serieus een PlayStation 4 game? Ja, dit is een PlayStation 4 game. Boom! Ja, het is inderdaad, het is niet boom. Ik vind Spider-Man er wel heel mooi uitzien. Zoomen ze in op hem? Ja, kan dus niet. Hij draait steeds. Hij wil steeds zijn reet aan ons laten zien, zie je dat? Hier. Kan ik misschien zo laten zien? Nee, ook niet. Dan laat hij weer. Het is net zo'n kat die beledigd is. Ja. Jelle met zijn rug naar je toe gezet. Ik ga je rug naar toe staan. Kan het? Nee, dat kan niet. Zitten wij te wachten op een nieuwe Uncharted, Jelle? Wat is dit nou weer?
Ja, heel erg. Heel erg geworden hier. Ja. Waar is de jammer? Daar jammer, is de disable hem. Sloop hem. Ja, dat doet hij automatisch. Vind je het er mooi uitzien, dit? Niet direct. Ik vind Spider-Man er mooi uitzien. Maar de omgeving vind ik oké is. Ik vind Spider-Man ook er niet heel mooi uit. Oh, dat vind ik wel eigenlijk. Waarom niet? Ja. Ik vind het glimmende pakje en je ziet ook echt van iets zo'n relief erop. Ja, maar... Kijk, ga nog dichtbij hem. En zo zie je helemaal niks, hè? Ja, nee, ik probeer ook gewoon op het gebouw te rennen. Ik vind wel die game heel snel. Ik ben gewoon snel. Hier, gaan we even zitten. Disable jammer. Disable, waar is de jammer dan? Kijk. Hier doe ik even mijn spider sense aan. Hij staat hier letterlijk voor mijn neus. Die stond neffen de jammer. Zo, ik heb de jammers gedaan. Het is wel weer heel belangrijk, hè? Klopt. Het was wel belangrijk. Ik heb wel de jammers gedaan, zie je dat? Ja, tof. Dat heb je dat zei. Maar wat vind jij van deze game grafisch? Ja, ik vind het niet zo mooi. Weet je dat het altijd echt het laatste is waar ik naar kijk? Ja, ik niet. Ik vind het nooit zo belangrijk. Omdat het vooral niet, omdat het op een PlayStation 4 is. Ja. Map. Hier is het waar ik heen moet. Oeh, dit is een moeilijke vraag. Dennis, wie zou er winnen? Conan of Commando? Conan. Ja. Jawel, Conan hoor. Dat is wel echt wel nog een hardere rouwdouwer dan Commando. Het zou wel een goede battle zijn. Ja, weet je, kijk, het ding is wel, van heeft Commando zijn zwaard mee? Ja, precies. Of heeft Commando zijn gun mee? Of is dat iets dat niet gebruikt? Kijk, ik zie collectibles. Het is een moeilijke pot tegen elkaar. Even rennen. Dat kan carried. Hoepie. Time for old Spidey to go clubbing. Ze vragen hoe het komt dat ik zo sexy ben. Oh. Ja, jezus. Hoe zou het komen, denk ik? Terug. Collect a webcomic, die wil ik hebben. Ik heb hier een comic te pakken. Waarom gaat die niet open? Waarom kan ik niet lezen? Hop. Wat moet ik nog zeggen? Ik vind die straat wel tof hoor. Ik kan nu. Ja, oh. Ik ga even in de straat. Oh, dit zijn de boeven. Thugs. Lekker echt zo'n Def Jam komen. Ja, Def Jam. Fight for New York. Oh, slaan ze elkaar. Hebben we al gedaan net hoor, dit maar. Oh, kijk hem. Bullet time. Oh. Woe. 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 Break it, Dancy. Didn't I already fight you? Or do you have no original moves whatsoever? Bam. Bam. Naar het gevecht mag ik weer, Jelle. Wat zeg je? Naar het gevecht mag ik weer. Je hebt veel meer geknopt dan ik. Oh, dat is hier een vraag. Mag ik van Battlecode zeggen, mag ik een first look als ik 11 ben? Nee, volgens mij niet. Volgens mij is het echt vanaf 16 jaar. Jelle, heb je Deadly Premonition al geprobeerd? Ik weet zeker dat hij die niet geprobeerd heeft. Welke? Deadly Premonition. Nee, heeft hij niet gedaan. Signature move. Oh, first look, even breakie. First look is vanaf 14 jaar. Ja, vanaf 14 jaar, wordt me net gezegd. Moet ik nou mensen gaan redden daar? Ja hoor, ik moet baby's uit het huis halen. Daar gaan we dan. Oh, ja, klim hè. Ja, je kan niet zomaar niet doorheen rennen, hè? Oh, nee, het is niet Superman. Even kijken, waar moeten wij heen? Je bent bijna dood. Heal jezelf. Ik doe even mezelf verbinden. Even verbinden. Hoppakee. Maar waar? Ah, kijk. Waarom kan ik niet? Wat is dit nou? Ik zou hier toch tegen de dingen. Ja? Lukt het je niet? Oh! Ja, Jelly gaat eraan, jongen. Wat is dit nou? Oh. En dit mag jij doen, want dit vind ik niet leuk. Ja, dan geef me een stom level. Stom level, dat krijg jij. En dan ga ik wel verder met die iPad. Ja. Alright. Dennis, mag ik op je schoot zitten als ik langskom? Er zijn wel een paar trollers hier bezig, hoor. Heb je niks beters te doen? Even zien. Mag niet op mijn schoot zetten. Waarom alleen nieuwe games? Games bedoel je, Team in de Graaf. Waarom spelen we alleen nieuwe games? Omdat dat is niet waar. We hebben ook Call of Duty gespeeld. We hebben WWE 2K14 hebben gespeeld gisteren. Die is al een flinke tijd uit. Ja, nee, maar wij bedoelen misschien echt oude games. Omdat we nieuwe games spelen, dat is gewoon wat we doen. We blijven niet in het verleden hangen.
Dennis Jelly, denken jullie dat er vettere levels komen in de nieuwe COD? Zoals het vliegveld level in Modern Warfare 2 of het sniper level in Modern Warfare 1? Vast wel. Ja, maar die waren wel heel erg iconisch en vet. Oh, jij doet dit ook gewoon gelijk. Je doet gelijk de deuren open en dat soort dingen. Oh ja hoor, hij springt naar buiten. Dat mag niet, dat is niet eerlijk. Wat doe jij nou, Dennis? Je moet mensen redden daar. Ja. En jij loopt gewoon weg. Zo kan ik het ook. Daar zitten ze. De deur open. Oh! Hij kikt gewoon de deur van boven in en dan gaat hij toch weer naar beneden. Oh, wat? Ik word hier misselijk van, Dennis. Er zat iemand. Ik word er misselijk van, joh. Ja, dat ben jij. Dat zit gewoon iemand. Dat is je shadow. Dan moet je op R1 drukken. Oh. Okay. Doet hij dan. Ja, wanneer komt GTA 5 uit? Dat weten we niet. Heeft Watch Dogs een multiplayer, zojuist de character customization ongeveer hetzelfde als in GTA 5? Nee, die is niet hetzelfde. Maar hij is er wel, er is een multiplayer. En het gaat om elkaar sarren en het is best leuk. Sterker nog, we hebben dat een potje gespeeld. Het is zelfs net zo grappig als dat oude GTA multiplayers altijd waren. Weet je, je moet shit van elkaar jatten, je mag in auto's, je mag guns op elkaar vuren. Het is echt fun. En dat in een hele grote stad, het is echt heel grappig. Wordt Fallout 4 nou eens aangekondigd op de E3, zegt Sven de Man. En hij noemt het gelijk Jelly. Jij hebt het geïntroduceerd, Shelly heeft dat erin gekopt en nu heet ik Jelly. Jelly. Heel cool. Volgens mij wordt het dan net zo blij als van jou. Het is weer tijd voor een echte Bethesda RPG. Dat is precies wat het is. En ik verwacht dat die wordt aangekondigd. Het is gewoon ook gewoon een ontzettende hoop dat die wordt aangekondigd op de E3. En ik hoop dat ik erbij ben. Welke schat of dat is een leuke vraag. Welke schat of legende zouden we in Uncharted 4 willen zien? Oeh. Die is heel cool. Ja. Ik ben niet zo heel erg van de legende. Jij bent, kijk, dat is Stan Lee. Er is Stan Lee. Wow! Ik heb Stan Lee gezien. Je hebt Stan Lee gered. Je hebt fucking... En die zat daar gewoon toevallig in dat gebouw. What are the odds? Dat is wel echt heel grappig. Dat is toch bizar? Dit vind ik hij vindt iemand uit. Is hij een keer in een gebrandend gebouw? Degene die hij heeft uitgevonden, komt hem redden. Nah, dat kan alleen in Spider-Man. Maar ja, dus dat. Ik ben ook nog niet zo van de legendes. Misschien die legende die jij een keer had uitgezocht. Die in Conspiracy Kings hebben gedaan. Ja, de legende... Dat klonk als Uncharted, hoor, ja, wat je daar in het doen was. Ik weet de naam niet meer van die guy. Dat was een guy die... Ivan de Verschrikkelijke. Nee, was het Ivan de Verschrikkelijke? Nee. Een oude warlord was dat. Ja. Mag ik gewoon iets kiezen? Wat er? Jongens, zoek eens op GameKings.tv, wat ook weer de Conspiracy King, waarin Dennis met Boris, was het met Boris? Ja. Ja, Tutankhamon. Tibor Leng. Tibor Leng. Hey. Ja, die legende zou ik willen hebben. Tibor Leng, ja, leg hem eens uit. Moet helemaal uitleggen, terwijl je speler bent. De korte versie. Dat is een guy, dat is een warlord van heel lang geleden. Die op een gegeven moment, die had ik nooit verloren. Op een gegeven moment was die overleden. Toen hebben ze hem in de tommen gegooid. Ja. En een paar honderd jaar later, 1940 om precies te zijn, werd de tombe opengetrokken door de Russen. Precies. En ze hadden al van tevoren gezegd, als jullie dat doen, groot onheil komt over jullie volk. Ja. Nou, diezelfde maand werd Duitsland, viel Duitsland binnen. Rusland binnen. Ja. Maar die filmer die gaf aan van, god, dat zou wat daarmee te maken kunnen hebben. Ja. En in 43 hebben ze die tombe weer gesloten teruggebracht. En sinds die maand is Duitsland moest eigenlijk weer in de retreat. En heeft Rusland uiteindelijk de oorlog gewonnen. Ja. Zo, dat was het. Maar wat zou dan kunnen gaan met die tombe? Dat Nathan Drake naar de tombe van Tibor Leng gaat. Ik weet het niet. Maar het is, wel cool. Het is tegenwoordige tijd. En dit was echt een Tweede Wereldoorlog verhaal. Ik vind trouwens echt dat inderdaad van die avonturen dingen horen ook stiekem een beetje rond de Tweede Wereldoorlog te zijn. Of misschien rond de Eerste Wereldoorlog. Ruige tijden om, maar dat kan natuurlijk niet. Je kan moeilijk terug in de tijd gaan met. Nou, sterker nog, ik wou net zeggen, dat zou zomaar eens kunnen dat we terug in de tijd gaan met de volgende Uncharted. Dat zou zomaar kunnen. Even kijken, in welke wereld moet Fallout 4 zich afspelen? Dat gaat zich afspelen zeer waarschijnlijk in Boston. In deze wereld. Dat is een beetje gelekt. Dat ga je serieus nu gewoon zeggen. Dat is helemaal niet zo. Dat weet je, heb je die lek nooit gezien toen? Ja, maar die lek hoeven niet waar te zijn. Het hoeven niet waar te zijn, maar kijk, je moet een comicwinkel in. Het was wel, ik geloof daarin. Ik ga een comic stand in, kijk. Oei, oei, oei. We hebben te weinig comic stands in Nederland. Ja? Ik denk dat er wel genoeg zijn, hoor. Utrecht heeft er serieus 3.
In één straat. Wow, er verdwijnen gewoon dingen, wat cool. Death Metal Mike ik vind de later verwijdert gewoon zijn dingen. Peter? Heb je hoor, Stanley. Hey, Stanley. Is weer Stanley, staat hij daar weer? Nou, je mocht gewoon langskomen om een Spinnerman... Zat hij ook in de film? Spidey, ja, hij zat ook in de film. Stond weer te klappen in het publiek of zo. Ik vind dat hij een ruige kop heeft. Hij heeft een hele ruige kop en hij heeft een ruige fantasie. En ruige kleren heb je altijd aan. Ruige kleren heeft hij aan, ruige fantasie, hij is cool. Stanley is the man. Jelle, wat is je favoriete superheld? Moeilijk hoor. Je favoriete shooter? Superheld. Oh. Wat is jouw favoriete? Der Herr. Der Herr, die was zelf gemaakt. Die was heel cool. Nee, ik ben niet zo'n superhelder man. Als ik eentje moet kiezen. Ik vond Spawn dat heel tof vroeger. Vette strip. Ja, strip. Maar vind je Spawn zelf cool? Nee, het is gewoon een guy. Nou. Ja, het is gewoon een... Nee, ik vind hem niet cool. Kijk, dit is dus collectibles kunnen we hier aan de gang. Ja. In The Amazing Spider-Man. En Stan Lee staat in de comicboekwinkel. Ik moet zeggen... Dit ja. heeft niks te maken met de film. Dat maakt Nul. Niet uit, het is gewoon een film... Nada. Noppes. Maar er kan nog iets gaan gebeuren, hè? Dat kan. Maar superheld dus. Vet Spider-Man spelletje, coin op. The Amazing Spider-Man 1 kan je daar gewoon op spelen. De ja, vorige versie. Kijk, er staat wel een grappig mannetje. Ga ik naar ja. de... We gaan een game spelen in een game, jongens. Dit is Inception. Yes. Insert coin, yes. Je hebt geen geld, zei ik. Game Inception. Jawel, daar ga je. Ik ga serieus de rest van de stream dit spelen. Ja, dit is wat we gaan spelen nu, jongens. Dit is de next gen Spider-Man. Ja. Nee, ik denk juist niet de last gen. Oeh. Here we go. Oh. 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 Wave waves clearen. Dus je hebt alleen maar knokken. Tower defense. Of knokken. Het is combat challenges zijn het. Dit is natuurlijk om je XP te levelen. Oké. Okay. Ik ga even kijken wat er verder. Ik weet niet goed met mijn beste superheld is. Ik vind het heel moeilijk. Het is gewoon één. De Hulk. Nee. Ik vind de Hulk wel heel cool in de nieuwe, in het nieuwe cinema ding, environment, universe van Marvel. Maar. Even kijken, wat hebben we allemaal. Ik ga nog even dingen. Ik ga nog eventjes naar de Twitter. Yeah, wave 2. D-Twitter, hè? Tweet. Gaan jullie ook Wildstar spelen, beta, dit weekend? Zegt de Twitter dan als je erin gaat? Heb ik gezegd. GK Studio. Hashtag GK Studio. Je hebt nog een dik half uurtje om wat vragen te stellen. Even kijken hoor. Koppen er kwart voor mij, hè? Oh, dan heb je een krap half uurtje om vragen te stellen. We stoppen er namelijk kwart voor mee. Wat is jullie favoriete gaming genre? Vraagt Koen Stel op Twitter. Hashtag GK Studio. Adventure RPG. Ik zeg open world RPG. Dat is mijn ding. Even kijken. Wat is jullie favoriete guilty pleasure game? Vraagt Maarten Jansen. Zo, daar heb ik er zoveel van. Ja, jij houdt van B-games. Ik hou van elke B-game is jouw guilty pleasure. Ik ben op met namelijk nog steeds bezig, ik geloof het niet. Met Singularity. Rambo, de videogame. Ja, Singularity komt daarbij. Weet ik veel, ik noem een andere B-game. Nee, dat is B-game. Maar Rambo, de videogame, ben ik momenteel gewoon lekker die levels ook weer overspelen. Het staat helemaal nergens op. Ik heb een beetje een arcade gevoel erin. Ja, maar dat is natuurlijk wat het is. Nou, ja. En ik moet zeggen dat ik niet echt een guilty pleasure of zo bestaat niet of zo. Weet je, het is gewoon je smaak of het is niet je smaak. En of anderen dat mensen dat nou tof vinden of niet. Wat zei je nou? Over guilty pleasures. Ik vind dat een beetje een onzinnig begrip. Ik vind dat niet zo'n cool begrip. Weet je, of je vindt iets tof of je vindt iets niet tof. En wat de rest ervan uitmaakt, maakt er niet uit. Even kijken, wat vinden jullie van de Gaze the Game? Is deze €60 waard? Nou, dat weet ik niet. Het ligt er een beetje aan hoe lang hij is en of hij echt €60 is. Vinden jullie de Spider-Man game grafisch goed genoeg voor de PlayStation 4? Vraagt Moetas. Ja hoor. Ja? Ja, weet je, ik ben niet zo'n graphics hoer, noemen we het altijd. Ja. Het maakt mij niet al veel uit. Ik vind het tof als een game heel mooi is. Maar ik vind het niet erg als hij leuk is en lelijk. Daar maakt mij helemaal niet druk om. Oké. Ja, wel hè? Ja, ja. Het is een beetje. Een game hoeft er niet per se mooi uit te zien, maar moet hij echt steengoed zijn. Steengoed moet hij zijn. Precies. Mike Tervoer, Death Metal Mike, zit de hele tijd een zinnetje te zeggen, maar ik weet niet wat het is, dus ik ga het niet zeggen. Wat hè? Wat doen? Ja, ik moet iets voorlezen, maar dat ga ik niet doen. Niet voorlezen? Nee.
Even kijken, wanneer gaan jullie Metal Gear Solid dit Ground Zero spelen? Dit vind ik gewoon mooi uitzien, weet je wel, dit. Dit ziet er toch vet uit. Stripwinkel, kijk, ik heb echt die dat hij lekker gevuld is, dingen aan de muur. Ik heb die strips, die strips zijn nu... Weet je wat ik ook belangrijk vind? Dat levels gevuld uitzien. Ja, nou ga eens naar de straat. Kijk, er ligt trouwens een glimmend ding. Ik ga het glimmend ding pakken. Pak even wat het is. Kijk even wat dit is. Oh, je hebt het al. Jee, dus wat was dat? Het was 250 punten. Oh. 250 tandwieltjes. Toppie. Er zitten wel wat laadtijden in, merk ik hoor. Ja, ontzettend. Ja. Dat hoop ik al dat het over zou zijn. Kijk, dan wanneer Abdel Mohandis vraagt, Spado No Life, daar is hij. Wanneer komt Elder Scrolls PlayStation 4 beta? Dat weet ik niet. Zeg het maar. Dat zou zomaar snel kunnen zijn. Maar... Oh, oké. Okay. Ja, kijk, er zijn meer mensen die dat vragen. Oh, dit is weer Abdel. Maar dan op Twitch. Die guy is overal. Twitch. Twitch. Even kijken hoor. Goede graphics zijn overbodig, zegt Kip is baas. Want kijk maar naar San Andreas. Ja. Dat is een ding, daar heb je een punt. Kijk, hij ligt op de straat te slapen, Spider-Man. Jelle Dennis, vinden jullie niet dat het shooter-genre met uitzondering van Titanfall heel erg hetzelfde is? Hij zegt redelijk hetzelfde. Ik noem het heel erg hetzelfde. Hey, push-ups. Nou, wat is dit nou? En dan gaat de bom af straks. Ben jij eigenlijk zover? In zijn gezicht. Ja, jij moet even helpen. Jij hebt net de dingen weggelegd. Ik heb dingen kapot gemaakt. Lijp is goede man, Jelle. Thanks. Wanneer denken jullie dat we een nieuwe Marvel vs. Capcom te gaan zien? Misschien wel op de E3, vraagt... Kan zomaar, ja. Jerzir. Oké. Okay. Ja, het gaat niet zo snel meer. De mensen zijn een beetje uitgevraagd. De mensen zijn een beetje uitgevraagd hier. Het is net veel drukker op straat. Dat zeg je wel of niet? Vind je het druk? Denk je nou, dit is New York? Dit is representatief voor New York? Nee, maar dat is altijd. Dat heb ik bij. Ik weet niet. Ik vind het erg rustig. Ja, maar het is misschien vroeg. Kijk eens naar de textuur van. Kijk, dat vrouwtje heb ik namelijk net ook al zien lopen. Kijk hier eens. Die. Kijk eens achter je. Ja? Dan loopt ze weer. Zie je dat? Dat is de tweelingzus. Dat is niet waar. Ja, ze heeft een bril op. Ja, die andere heeft een bril op. Het is anders. Het is compleet anders ineens. Loopt ze daar achter weer? Nee, dat is weer iemand anders, want die heeft rood haar. Bril. Kijk, er staan wel taxis, dat is wel representatief. Ik moet wel zeggen dat het drie precies dezelfde taxis zijn, zonder nummerbord, zonder bestuurder. Nee, dat steekt je in. Zie je hem? Zie je hem zitten? Oh, daar zit hij. Kan je hem eruit trekken of niet? Is het dezelfde man? Kijk. Hey. Hey. Hallo. Hey. Hallo. Nee. Kijk eens naar de volgende, heeft hij dezelfde bestuurder? Dat iedereen nou even, wow, Spider-Man loopt gewoon langs me. Nee, dat is ook een ding. Maar ik denk dat het in het echt ook niet zo zijn. Nee? Dan zitten wij ook zo in L.A. lopen, dat is een gasten namelijk. Ja, dat is helemaal waar. Niet zo gespierd, maar... Dan heb je zo van, dat is een gasten in het pak. Hoppa. Gaan we hoor. Ik vind dit wel vet hoor, dit zo. Wanneer komt de PlayStation 5 dan? Dat is toch wel een vraag. Over 6 jaar. Vraagt LOL, ZNC vraagt dat over 6 jaar. Over 6 jaar? Ja. Komt er een PlayStation 5? Ja. Oké. Hatsetats. Heeft Cassie Rai mij zo verteld. DCA, de Brabander, zegt... Oh nee, DC, de Brabander. Oh. Wat is jullie langste game sessie ooit? Ik heb serieus... hoe heet Elder Scrolls? Nah. Nou, ik ben even de naam kwijt. Ja, maar dit is helemaal niet leuk, want je zit nu mijn verhaal te jatten. Ik heb de Elder Scrolls Oblivion inderdaad meer dan 24 uur gespeeld. Ik ook, denk ik, ja. Sterker dat nog, betekent dat het beste game ooit is. Wat ik altijd deed toen met de Elder Scrolls, was... ik speelde wel met twee maten tegelijk. Maar die zaten ook gewoon thuis hun eigen game te spelen. Maar we zaten wel met z'n drieën in de chat. Ja. Dus ik zei van, oh, ik ben daar nu. Ik heb die quest. Wow, vette quest. Ging ik er ook heen om te kijken wat die quest was. Vreed. Ging ik hem ook doen. Maar op een gegeven moment ben ik wakker zo. Ik zo, hey Dennis. Ik zo, ja? Hij zo, oh, je bent er weer. Want ik serieus 6 uur liggen slapen, weet je. Was gewoon op de bank? Ja, het is gewoon slaapgevallen. Oké. Okay. Op het gamen. Gruwelijk. Dat is ook mijn langste game. Nou, niet met vrienden, wat dan ook. Maar inderdaad gewoon all-nighters en in het weekend. Ik heb letterlijk denk ik gewoon een keer, vrijdagavond ben ik begonnen. Uh-huh. En maandagochtend weer naar school. En daartussen heb ik ergens een keer 5 uur geslapen. Dat is denk ik mijn langste game. En dat was inderdaad de Elder Scrolls. You're funny.
Even kijken. Stop! Hey, het lijkt wel een WWE. Ja, kijk, B-Graphics gaat natuurlijk gelijk daarop in. Zegt GameKings, waarom doen jullie niet een keer een 24 uur marathon op Twitch voor een goed doel? Ten eerste, nee. Ten tweede, nee. Want het is, weet je, we worden ook een dagje iedereen ouder. Iedereen doet individueel dingen voor een goed doel. Dat loopt waar niet mee te komen. Nee, dat ook. En daarnaast zijn er al andere mensen die dat volgens mij aan het doen zijn. Dus dan gaan wij dat al helemaal niet meer doen, want we willen overal de eerste in zijn. En de beste. Wow. Move on the car. Hallo. Hallo, Spiderman voor je dingen. Dit gebeurde wel in de film, maar dan was het met Rhino. Oké. Okay. Oh, Webrush. Dit is wel heel cool. Dit is wel, ja, wat doe jij nou? Jij gaat gelijk een foto maken. Oh. Maak een foto van de perps. Ja, ik ben even de controle. Perpetrators. Perp, perp. R1. Zit R1 op weer? Waar is de car? Wow. Guppenbier vraagt, wat krijgen jullie eigenlijk per dag om een beetje chill te gamen en te houden horen? Nou, we zitten hier gewoon in het weekend, dus we krijgen helemaal niks. We krijgen aandacht van de bezoekers. Dat is dan wel weer een ding. We krijgen aandacht van jullie, dat is leuk. Ja, dat is letterlijk wat we krijgen, ja. Guppenbier. Wat verwachten jullie van Battlefront 3? Krijgen we daar veel van te zien op de E3? Nou, dat mag toch lopen. Wat is dit? Waarom... Doe gewoon Webrush. Dit is gewoon gescripted, man. Oh. Dus je kan er nu gewoon op. Ik Spider-Man, joh. Stomp je toch die gasten. Spider-Man, Spider-Man. Friendly neighborhood Spider-Man. Can he swing from a web? Of zoiets. Hallo. Spider-Man. Die van de Ramones, die versie is vet. Niet de film spoilen, ik moet hem nog zien. Ik heb alleen maar gezegd dat in het begin iets met Rhino spoil de film is? Nee, zeker niet. Ik wil het bijna doen. Ik wilde bijna iets zeggen. Ik denk, nee, dat kan. Wat moet ik dat doen? Komt er ooit nog een exclusive GameKings beanie? Want die is er inderdaad al geweest. Weet je wat ik bedoel? Ah. Ja, voor je gezicht werd je geschoten. Je leeft gewoon nog. Die kan natuurlijk nooit niks beloven. Maar ik wil dat graag, want mijn beanie is afgedragen. Dus ik ben toe aan een nieuwe GameKings beanie. Dus dan ga ik voor lobbyen dat gaat gebeuren. Even kijken hoor. Is het, was het spectaculair of niet? Ben je overleden? Ik weet niet wat ik gedaan heb. Nee. Hij gaat gewoon gelijk niet. Oh, kijk hier. 3, 4%, 5%. Ja, het is langzaam. 6%, 7%, 11%. 11. Ja, precies. Battle Ghost. Ramones Commando. Best song. Ja, dat is ook cool. Ik ken hem niet. Maar zal best cool zijn. Je loopt te mompelen. Ja, ik loop te mompelen. Ja, ik ben een beetje op. Ik ben op, Dennis. Ja? We zitten hier ook natuurlijk al 5 dagen. We gaan nu maandag en dinsdag gaan we gewoon weer morgen. We gaan morgen weer door. Weet je wie er morgen is? Jij. En Dominique. Oh, wat gezellig. Dominique van de redactie, dus die heeft hopelijk wel wat nieuwtjes. En nog iemand. En mijn naam is Marcella. Hier ga je mee doen. Ja. Met Beuf. Oh. Wat doe jij nou? Ik schrok me de tyfus. Ik denk, ik krijg een fucking zwaard in mijn nek. Okay, en ik schrok er even maar weer in. Waarom? Die schelden. Oh ja. Helaas. Moet jij die vette game verder spelen. Even kijken hoor. GameKings hoofddeksels. Heb ik een soort van kras in mijn nek? Ja, het voelde echt alsof ik gesneden werd. Het bloed. Ja. Even kijken. Vinden jullie dat de game net zo goed is als de film? Nee, vind ik niet. Ik vind het geen slechte game hoor. Maar er komen ook weinig slechte games uit. Ik weet alleen niet wat het moet. Ja, je moet gewoon op die auto blijven zitten en die perps eruit halen. Ik weet niet hoe dat moet. Je zit hier gewoon zo. Jongens. Hoi. Sup, hombre. Sup, homie. Homes. Er zit een meisje in. L1. Nou. Ah, zo ja. Nu Webrush. L1. Zit je weer op de auto. Dit is cool. Ja, kijk, hier reed je net ook volgens mij. Dat is wel grappig. Hij rijdt gewoon rondjes. Even kijken hoor. Welke Star Wars character vinden jullie het vetst? Ook heel moeilijk. Ik denk een stormtrooper in het algemeen. Ja, gewoon de stormtrooper. Niet de rode stormtrooper. Sean, de rode stormtrooper. L1. Rode Sean. Die rode stormtrooper. Rode Sean, de stormtrooper. Imperial Guard of zoiets heet de dat? Imperial Guard, zoiets ja. Ook meisjes kunnen autorijden, Jelle, zegt Substantie Dualisme. Heb ik net gezegd dat het niet zo is dan? Ja, maar ze zit achterin. Ze zit achterin de auto, niet voorin. Kijk, hier, ze bukt. Zit er een
Haal die guy er nou, trek die gast eruit. Ja, ik weet niet hoe dat moet. Gast is er al uit, zie ik nee, al. Ik moet gewoon, ja, je moet naar de vooruit, je moet naar de linker. Nee, ik moet dit ontwijken, dit. Of je moet haar, hoe weet je dat je het moet ontwijken? Omdat hij dan schiet? Stondred, ja. Maar je moet wel iets doen. Hij rijdt zeggen, de hele tijd hetzelfde rondje. Super grappig. Staat niet echt te bedoelen. Welke Spider-Man vinden jullie beter? Rood, blauw of de zwarte? Ja, de zwarte is wel heel cool. Failed. Oh. Nou. Oké, okay, relaxed. Super chill. Super chill. Hey. Hoe laat is het? Dat weet ik niet. Kun jij het toch zien? Oké, okay, dan ga ik even kijken. Oh, het is... Oh, er valt iets. En half vijf. Mogen we nog een kwartiertje? Ja, gaan we weer trial spelen of niet? Dan gaan we weer trial spelen? Nee, dan ga ik weer schelden. Mag. Ja, nee, hoeft niet. Ben je tevreden over je Windows Phone? Hè? Ben je tevreden over je Windows Phone? Ja. Ik wil natuurlijk weten waarom. Omdat ik hem, nee, hoeft niet per se. Ik vind hem... Oké. Okay. Even kijken. Ja, het gaat allemaal de hele tijd over de Spider-film. Het lijkt wel weer de PlayStation 2, man. De hele tijd dezelfde rondjes, dezelfde manier van schieten. En het ziet er niet uit, zegt Dak, is het 0-10. Nou... Weerleg dat maar eens eventjes. Kijk, die gooi je er alvast uit. Ik zie dat dezelfde rondjes worden gereden, want ik wil deze met die guy. Kijk, ja, oké, jij ziet dat dus niet. Nee. Ik zie je wel als je met mij aan het kijken bent, blijkbaar. Ja, Fosani zegt, ik wil hem meer schelden dan de Jelle zien. Dat mag dus niet. Ik word gecensureerd hier. Zo, nou, dit heb ik gedaan. Wat moet ik dan nu doen? Opzij. Ga nou eens naar de vooruit. Hier, L1. Nee, maar daar gaat schieten die gast. Dat moet ik ontwijken de hele tijd. Ja, maar wat gebeurt er als je die spider-sense... Blijf eens zitten dan. Blijf op dat moment, blijf zitten. Ja? Je schiet hier van het dak af. Ja, oké. Ja, dat is cool. Dat doe je toch niet? Use L to move a car and avoid being shot. Nou, dat doe ik dus. Hier, L1. Word ik er afgeschoten. Oké. Dan word je er afgeschoten. Ben ik nou heel dom, mensen, achter me? Wat moet hij doen, jongens? Wat moet hij doen? Je wordt er weer afgeschoten. Ja, doe je weer R1. Oké. En nu gaan we kijken wat er dan... Ik zou toch even... Kan je niet rondlopen over dat autootje? Hier, je kan rondlopen. Dit hebben we al gedaan. Nu moet je naar de zijkant. Ja, maar dat kan ik dan niet. En loop nu eens rond over die auto. La la la, la la la. Ja, naar voren bijvoorbeeld, naar de ruit. En kan je bijvoorbeeld attack? Doe eens gewoon een attack knopje. Oké, nog een keer. Ga dan achterna. Doe R1, hè? Dan schiet je er naartoe. Ja, je moet richten op de auto. Kijk, dit is mooi. Dit is mooi. Hier. Dit is vet. Dat was vet. Dat was het eerste vette wat ik heb gezien. Ja, die moet eruit. Kom eruit. En als ik hier achter, dan heb ik dus nog iets. Ja, heb je L1? Ja, dubbel. Af. Ik ben af, Jelle. Zal er al een walkthrough zijn op het internet? Ga je even een walkthrough is. Jezus, hè. Mag ik het eens doen? Nee, heb ik je schelden weer. Ja, nee, dat is helemaal niet waar. Ik gebruik de naam van een machtig persoon. Dat is heel wat anders. Goed, ik ga even kijken. Probeer aan de kant van de vrouw. Iedereen is wel kaart aan het helpen hier. Macho man Randy Savage is achtergestuurd. Inderdaad, hij zit daar ook. Ja, hij lijkt ook heel erg op, inderdaad. Daar gaan we. Robert Doort zegt, Jelle en Dennis, als je een bedrijf zou mogen beginnen, wat voor bedrijf zou het er zijn? Stel je voor dat wij tweeën samen een bedrijf zouden beginnen. Wat zou het voor bedrijf zijn? Bier en worst en co. Bier en worst en co. En co. En dan kan je andere dingen. Dan gaan we gewoon lekker bier en eigen worst. Eigen bier maken, eigen worsten maken. En dat mag je bij ons in het restaurant wat we dan hebben komen eten. En je mag daar ook gamen. En er is een hoek waar je sportsbar en er is een hoek met dansmeisjes staan. Met precies dat. Nee, het wordt een restaurant en dan niet een keten. We gaan geen keten doen. Ik ga beginnen. Ik ga even dit level clearen. Lepel. Oh nee, rappel. R1. Kijk, dat doet hij gewoon. Ontzettend. Hier, dat doe ik dan, hè. Jelle. Heel spectaculair. Ja, maar dat had ik net ook gedaan. Kijk, nou moet eerst naar die guy. Die trek je eruit met het driehoekje. Nee, links, links. Nee, links. Nee, links. Nee, links. Links. Jelle, links. Ja, doe je vier dan. Driehoekje. En dan vierkantje. En de eerste keer verlies je. En de tweede keer win je. Oh, ik drukte al dezelfde snel genoeg. Ik heb het heel goed namelijk. Ik ben er zo goed in. Ik heb daar een tactiekje voor. Oké, en nu gaat die gast op jou schieten. Nee, maar dat is het ding. Ik moet nu naar de vooruit.
Ja, dan moet hij wachten. Hey, en dan moet hij, nee, hier nog niet, want hij rijdt tegen. Oh, wat een chaos. Hij loopt alles kapot. Cool, man. En nu? Oh, weapons car, bom. Hier zijn L. Hey! Woe, Jelle! Wat deed je nou? Je moet gewoon op L1 drukken. Je moet, dit duurt heel lang voordat ze. Hier, oh. Dan ga ik wegswingen. Woe! Nou, applausje voor Jelle! 2 minuten, dames en heren. Zo. Ik heb er warm van. Okay? Ik heb een vrouw gered. Die vrouw. Ze is boos. Ze is boos op mij? Ja, wil het nooit meer oh, doen. Oh, kak! Dit is Uncle Ben's killer. Waar is Uncle Ben? Waar is de killer, bedoel ik? Ga achter zijn killer aan. Ik ga achter zijn killer aan. Oh. Spider-Man is pissed off. Spider-Man. Maar staat hij weer om het hoekje te wachten, achter denk je, of Ben's niet? Uncle Ben's killer. Staat hij hier te wachten? Ja, nee. Oh. Hij is eigenlijk kapot gereden. Nou, dat is toch wat. Dit zou de Sandman dan moeten zijn natuurlijk eigenlijk. Kijk, bloed. Hij kruipt over het bloed. Hij ruikt eraan. Hij rent er tegen in, daar is Calvin Klein geweest. Wie legt daar? Calvin Klein is daar geweest. Calvin Klein. Er ligt een vent. Onder onderbroeken. Onder tassen met onderbroeken. Ja. Nou, nah. Bizar. En hij heeft zijn Spidey-phone. Ja, hij pakt zijn Spidey-phone. Geen reclame voor Samsung, zie ik al. Dat hebben ze niet goed gedaan. Open de camera, R3. Even een mooi esthetisch plaatje schieten. Ik wil wel die dumpster erbij. Ja, waarom? Ja, omdat dat zie je. Dit is een stenen muur met Calvin Klein erop. Ja? Dit is een kunstwerk met deze dingen erbij. Okay. Mooi kader, take photo. Hatsé. Dit is een mooie foto. Dit zou ik zo als wallpaper nemen op mijn computer bijvoorbeeld. De kus zegt, zijn nog vriendschappen onder de Gamekings ontstaan in het privéleven van jullie? Nee, alleen maar kapot gegaan. Nou, wij zijn wel vriendjes geworden een beetje, toch? Iedereen, volgens mij. Niet dat ik Jelle wil zien in het weekend, maar... Nou ja, maar ik zie bijvoorbeeld Steve wel eens in het weekend of wat dan ook. Er zijn best wel... wat moet ik nu doen? Get to Aunt May's house. Oh, dan moet ik zeggen dat die kerel dood is en dan vindt ze dat niet cool. Denken dat Nintendo ooit met Sony gaat samenwerken in de toekomst? Nee, ik weet het niet. dat lijkt me very sterk. Very strong. Yes. Crawl. Ik pak even de comic hier aan. Hé, hey, voor de mensen die niet weten wat te spelen, we spelen Spider-Man. Spider-Man. Amazing Spider-Man 2 om precies te zijn. En ik ben even naar de tweets, hashtag GK Studio. En wat zeggen jullie allemaal? Wat verwachten wij van Fable Legends? Wat verwachten wij daarvan, Jelle? Wat verwacht ik daarvan? Ik zit vooral te wachten op een nieuwe Fable. Ik wil gewoon een nieuwe Fable. Gewoon een normale Fable wil je, hè? Ik wil een nieuwe Fable. En ik hoop dat die net zo leuk is als deel 1 en niet zo makkelijk als deel 3. Svef zegt, Dennis, mag ik langskomen? Iedereen mag langskomen. Voor helemaal nonis. Morgen zijn we er ook nog. Zijn we een uurtje eerder open trouwens. Morgen 12 zijn we... uur, 12 tot 5 zijn we dan open. Oh? Ja. Oh? Ik ren een beetje omhoog zo. Je rent gewoon echt onwijs. Ik ren gewoon het state building op, zeg maar. Je rent er heel hard op. Hatzij. Oskorp. Oskorp. Kom, we gaan naar Osdorp. Ja, wie woont daar? Kijk of de goblin daar is in Osdorp. Dat is goblin, hè? Hier, ik ga daar. Oh, ik ga hier in de toren zitten. Wow. Spider-pose. Zo, gaan we. Spider-pose. En dan ga ik weer verder. Nou, dit, dat kan wel. Hij kan wel ver springen, hoor. Zag je dat? Hij gleed omhoog. Ik ga even kijken hoe Aunt May... Wat is dit nou, jongens? Moet ik nou omhoog richten om te webslingen? Kan Wolverine geen eigen game krijgen, vraagt ze hier. Nou, dat is zou zomaar kunnen. Er is een eigen game voor Wolverine. De vorige generatie consoles. Nee, dat is best wel aardig ook, hoor. Oh. Ik kan hier gewoon niet slingeren. Even kijken, een gok hoeveel soorten worsten ik heb geprobeerd. Ja, hoeveel soorten worsten? Ja. 150 stuks. 150 soorten, hè? Soorten dus niet gegeten. Geprobeerd. Wat is daar een verschil tussen? Nou, ik weet het niet. Met deze microfoon in mijn hand is komt het niet. Komt er een nieuwe James Bond game? Vast wel. Jamie, nee. Wat is ons favoriete biertje? Jamig. Favoriete pils. We hebben het ook al vaker over gehad. Maar ik zat toen over Fax en Heineken. Maar ik drink thuis al eigenlijk alleen maar Warsteiner. War Masters. Dus dat is wat ik... dat is eigenlijk wel mijn favoriete pils. Bernie Nijhuis. Ik heb eergisteren gedroomd dat ik bij Boris en Dennis bij een feest was.
Later ging Dennis. Ja, hij heeft daar weer gedroomd. Hij heeft, vorige keer dat ik hier in de stream zat, had hij ook al gedroomd. Over jou, dat hij in de greppel aan het urineren was. Weet je wat ik vannacht gedroomd heb? Nou? Dat wij weer in Wevelsburg zaten. Wat waren we daar aan het doen dan? Ik weet het niet, skate was heel erg aan het slapen de hele tijd. En dat ik klopt. Ik moest opruimen, het was een rotzooitje. Pascal was er ook. Wee. Theodorus zegt, Dennis, wanneer komt het item dat je samen met Pascal een gaming PC gaat bouwen? Dat gaat zeker komen, heel snel al eigenlijk. Oh. En dat wordt leuk, want het is een soort van PC bouwen voor dummies. Ja. En als er iemand geen verstand heeft hoe je een dummy PC bouwt, ben ik dat. Hé, hey, er vliegt hier iets. Hé, hey. Cool. Nee, dat is de metro. Ik ga even naar Aunt May. Ik ga even chillen met Aunt May. Oh, stap Aunt May. Aunt May. Speel ik nog game op de 3DS? Nee, op het moment niks. Die laadtijden waren wat sneller. Uncle Ben is gone. Nou, daar zit hij hoor. Hij zit te balen. Hij heeft hoofdpijn. Hij heeft een kapper nodig. Het is ook niet, hij lijkt ook niet op degene van de film. Nee? Nee. Dan hebben ze die rechten niet. Waar is dit toch niet aan mij? Oké, check the war. Oeh, waarom had hij spider suit? Daarin? Spider suits. Ik kan het dan toch zien dat hij Spider-Man is? Ik wil, ik wil nieuwe Spider-Man suits. Foto's. Ze willen mijn adres weten. Waarom? Zodat ze... Dat zeg ik niet. Memorabilia kunnen sturen van bepaalde dingen. Oh, dat bedoelde dus SFFFF met mag ik langskomen? Nee, op die manier mag je niet langskomen. Je mag alleen langskomen hier bij Game King Studio. Hij doet jiggy dansjes. Oh, je doet een dansje. Gek. Nog eens een dansje. Wow. Dit is toch gruwelijk? Dit is je eerste kostuum. Ik heb er ook met... Oh nee, ik heb er drie. Dit is ook cool. Dit is de Amazing Spider-Man nummer 1. En dit is de Amazing Spider-Man nummer 2. En dit is de Vigilante. Deze is ook wel heel cool. Ja. Hoe lang? Nog 2 minuutjes, jongens. Twee minuutjes. Moet ik nog iets doen? Zal ik nog iets bepaalds doen in dit huis? Ga gewoon lekker naar buiten. Ja, ga even rondkijken in het huis. Dat is altijd leuk. Even kijken. Kijk, daar is Auntie May. Ze zit te zuipen, zeker. Is dit Aunt May? Wat een jonge... jonge freule. Kijk, hij zet gelijk de tv aan als een echte man. Ja, Zep. Gaat stand ook bier voor hem halen. Ja, precies. Toppie. Police. Ik zit in de UFC straks. Hey. Ja. Mensen zijn. We gaan zo UFC'en. We gaan straks lekker uitdagen. We gaan straks de stream afsluiten. En dan ga jij UFC spelen tegen bezoekers hier. Ja. En dan ga je als het goed is winnen. Nou, ik denk dat ik een assboep ga krijgen van iemand. Ja? Ja. Oké. Okay. Dat kreeg ik net te horen hier. Dus, ja. Wat, wint hij dan iets? Tuurlijk. De winnaar straks, die wint iets. Ik heb de hik. Dus mocht jij zeggen van, ik woon in Utrecht, ik ben heel goed in UFC, je kan hier nog even heen komen. Dan gaan we nu spelen. Ja. Als je dichtbij woont, anders ben je te laat. Die past hier niet. Thailand of Nederland, wat is dat? Dat is een heel klein shirt. Dat is een goodie, maar dat is een dame shirt volgens mij, of niet? Dat is een meisjesmaat bijna. Ja. Zij lijkt dan wel een beetje op... Thailand of Nederland? Thailand. Ja. Dus je liever Thailand wonen dan Nederland? Ja. Zeker. Verraaier. Zeker weten. Verraaier. Landverraaier. Ja, nee, dat zou ik zeker. En nog uit half liters. Oh, dat woord had ik niet willen horen op dit moment. Heb je zin in een half liter? Ik ga dat zo meteen. Ik ga zo ergens heen rennen. Lekkere grote half liter. Oh ja, ik ga ergens een halve liter halen. Nee, we hebben geen bier hier, maar je hebt wel, dat vraagt Scissors. Maar we hebben hier genoeg cafeetjes in de omgeving. Cafeetjes, er is een supermarkt. En ga daar naar het café, niet andersom. We willen geen zatte gasten hier binnen nee. hebben. Nee, dat, dat is niet gezellig. Nee. Een biertje op mag, maar zat. Nee. Ik ben heel benieuwd waar dit gesprek over gaat. Nee, we gaan UFC lekker niet via Twitch doen. Nee, daarvoor moet je hier langskomen. Ja. Dus ik denk ook dat we naar me kijken. Er is een gesprek gaande. Nou, ik ga het hier ga jij lekker een gesprek houden, dan gaan we er mee stoppen. Want, ja, toch? We gaan om 5 uur die UFC spelen. Ja. En wie weet gaan we dit ook nog wel een keertje streamen, hoor. Dus dat kan best. Maar nu niet. Dit wordt echt een competitie exclusief voor de bezoekers hier. En voor jullie bedankt voor het kijken. Gamekings.tv mensen, bedankt voor het kijken. Ja. Jij bedankt voor het meepraten en voor het toch wat minder... Vloeken. Juist, inderdaad. In de kerk. Als je dat helemaal recht krijgt, dan mag je straks gewoon 2 uur achter elkaar spelen. Ja. En morgen zijn we er weer op dezelfde tijd. Dus om 3 uur gaan we los met de stream. Houdoe.